Een hele goede avond allemaal. Kan iedereen mij goed horen? Ja, super. Welkom bij weer een nieuwe editie van Normaal Amsterdams Klimaat. Mijn naam is Laura Verroen en ik ben jullie moderator vanavond. Het klimaat is aan het veranderen. We hebben te maken met grote stormen, hagelbuien, overstromingen, regenbuien, maar ook zoals afgelopen zomer extreme hitte en extreme droogte. En daar moet een stad zich aan aanpassen. We moeten de stad op zo'n manier gaan ontwikkelen dat we weerbaar worden tegen dat veranderende klimaat. En de vraag is, hoe gaan we dat doen? En wie is daarvoor verantwoordelijk? En de eerste insteek zou mogelijk kunnen zijn, dat is de overheid. Maar dat is lastig als je nagaat dat 70% van het oppervlak van alleen al Nederland privaat is. Dus je kan niet met één individu, of met één organisatie, of met één overheid dit probleem oplossen. Daarvoor moeten we samenwerken. En de financiële sector speelt daar ook een hele belangrijke rol in. En daar gaan we het vanavond over hebben. Samen met jullie en met onze sprekers. Wat kan de financiële wereld bijdragen aan een klimaatbestendige omgeving? We hebben een heleboel sprekers voor jullie vanavond. Ze zijn afkomstig uit verschillende sectoren van de financiële wereld. Maar ook vanuit de natuurbeschermende sector en nog een aantal andere onderdelen. One of them will be an English guest. So there will be a brief part in the beginning of the program that we will switch to English. And then afterwards we will switch back to Dutch. Daarna gaan we terug naar het Nederlands. Het is een verkennende avond. Wat betekent dat we op zoek gaan naar die ontmoeting van die financiële wereld en klimaatadaptatie. En daarom is er ook absoluut heel erg veel ruimte voor vragen. Heb je nou een vraag? Steek dan even je hand op, dan kom ik naar je toe met de microfoon. Dan kan iedereen meeluisteren naar jouw vraag. Goed. Ik wil jullie, voordat wij gaan beginnen, even aan iemand voorstellen. Zij is mijn sidekick voor vanavond. En jullie go-to-expert, mijn hulplijn, als ik dat zo mag zeggen. Ze is betrokken bij Rainproof. Werkt voor Waternet en is sparringspartner van menige partij betrokken bij Samen Klimaatbestendig. Mag ik een heel warm applaus voor Lot Logger. Lot, welkom. Heel erg fijn dat je hier ons met je expertise wil komen ondersteunen vanavond. Alleen expertise op klimaatadaptatie, vooral niet op financiering. Dat zullen jullie meteen merken. Nou, gelukkig hebben we een heleboel mensen hier die wel expert zijn bij financiering. Dus daar komen we altijd wel terecht. Allereerst, jij bent best wel betrokken geweest, of nauw betrokken geweest zelfs, bij de vorming van dit programma Normaal Amsterdams Klimaat. Wat is dat, een Normaal Amsterdams Klimaat? Dat is 2 jaar geleden, toen we begonnen te kijken vanuit Waternet en Pakkers en Zwijger, hoe kunnen we gaan programmeren op het veranderende klimaat, waren we eigenlijk geïnspireerd geraakt door het Normaal Amsterdams Spel. Meten bekend bij iedereen van het NAP, wat eigenlijk een nieuw soort standaard neerzetten. En toen dachten we, nou, zoiets willen we wel. Dus toen zeiden we, Normaal Amsterdamse Klimaat, het NAK. We hebben dat nodig. En waar gaat het dan over? Dat gaat dus niet over een nieuwe norm of een standaard. Dat gaat eigenlijk over 3 dingen. Aan de ene kant hebben we het nieuwe normaal. Ook toen was dat nog niet zo'n bekende term, dat hoor je nu overal. Maar wij dachten van, hé, dat is leuk, het nieuwe normaal. Dat gaat dus over aan de ene kant op wat de impact zijn die op ons afkomen, die grote, die extreme, en hoe onzeker dat allemaal is. Die stormbuien, die stormbuien, die over een tijdje niet meer nieuw zijn, en ook, maar over een tijdje ook echt, we noemen ze nu extreem, maar dan zijn ze normaal. De tweede laag die we hebben is dat wij vinden dat eigenlijk in elke fysieke verandering die je doet, of je nou aan het dak iets doet, of in je tuin, of je een buurt herontwikkelt, of je een stad herbouwt, dan zou je eigenlijk al die maatregelen mee moeten nemen die de impact van die klimaatverandering, dus die extreme buien en droogte, verminderen. Maar ook de leefbaarheid van die stad en de gezondheid vergroten. Dus die over die maatregelen gaan. Dat is ook het nieuwe normaal, dat je dat meeneemt. En dan komt de derde laag en die is het belangrijkste eigenlijk. En daar noemde je net eigenlijk al. Het gaat over, het is complex. We weten niet precies wat er op ons komt. Het speelt bij heel veel partijen. Er zijn allemaal belangen. Het is heel nieuw. Het is ook nieuw. Van wie is eigenlijk regen? Ja, we weten het niet. Nou, dat soort vragen komen dan en dan zeg je, ja, dan gaat het dus over, alleen die complexiteit kan je met een nieuwe samenwerking aanpakken. Dus we gingen het hebben over een nieuwe samenwerkingsklimaat. Ja, en daar speelt die financiële wereld ook een hele grote rol in. En waarom is het nou zo belangrijk dat wij het over die relatie vanavond gaan hebben? Nou, allereerst is het voor klimaatadaptatie-experts, en dat zo noem ik dat even, dat zijn dus mensen die in klimaatadaptatieland, mensen die al lang bezig zijn met Nederland aanpassen aan het veranderende klimaat.
Die zijn eerst vanuit een technisch oogpunt daarmee begonnen. En op een gegeven moment zien ze wel dat er samenwerking nodig is. En dan ga je, zeker in de bouwwoede die er nu heerst in Nederland, ook met ontwikkelaars aan de slag als een van de partijen. En dan komt het dus heel snel van de vraag van wat hebben zij nodig om die nieuwe ontwikkelingen klimaatbestendig te maken? En dan komen er eigenlijk altijd drie antwoorden. De overheid moet duidelijk zijn, nou daar kunnen we wat mee. De verzekeraars, ja, die moeten gaan investeren, want die nemen geen risico, die worden andere risico's. Dus we moeten met verzekeraars. En die investeerders, onze, moeten mee aan de slag. Ja, en, Interpolis gaat het zwaar hebben vanavond, ja. Dat horen we al. En eigenlijk daarom merken we van, ja, elke keer als we nu in gesprek gaan, dan kan je dus al heel veel doen. En op een gegeven moment komt het elke keer weer van, die financiële sector moet ook mee gaan bewegen. En dat is heel erg complex. Want het gaat natuurlijk over, ja, wie investeert en wie heeft die baten? Wie leidt er de schade op lange termijn? Wie is er verantwoordelijk? En wie is er verantwoordelijk? Ja. En hoe neem je die risico's nu mee en hoe haal je dat? Dus ik hoop ook echt dat daar vanavond wat antwoorden op komen. Nou, dat is een hele mooie missie voor vanavond. Dan wil ik je heel graag bedanken. Neem vooral plaats op de eerste rij. Nogmaals voor iedereen, Lot is onze expert voor vanavond. Als de vragen nou wat deskundig worden of wat technisch op het gebied van klimaatadaptatie, dan is zij onze go-to expert en dan komt ze to the rescue. Eens even kijken. Dan is het denk ik nu tijd voor onze allereerste spreker. And this is the moment where I will switch to English. Because our next guest is from Australia. And Sydney, he's currently living in Amsterdam. He's the writer of the book Debunking Economics. And he was one of the first economists that predicted the crisis, the economic crisis of 2008. He now focuses on the effects of climate change in our economic system. Can I have a very warm welcome for the honorary professor of UCL Kingston University, Steve Keane. Thank you. I'll just wait till my screen comes up here and check my technology. It seems to be working. Good. And will it respond to me clicking on the record button? Yes, finally. Okay. All right. Well, in some ways, I'm not talking about climate change. I'm talking about economic responses or economic measures of how large climate change is going to be. Steve, can I interrupt you really briefly? Yes, sorry. Can you hold the microphone a little bit closer? I was actually putting a pointer in while I was doing... multitasking doesn't work in front of an audience. Okay, that's now working. Good, fine, okay. So what I'll be talking about is what economists think is going to happen out of climate change. And the interesting thing is what I've got to say should be as worrying to people who are climate change deniers as it is to people who accept the science. Because even if they're wrong, even if the scientists are wrong, the measures that economists are using, if climate change deniers are using those measures, are making them even wronger. Okay, and I want to show you why. So if you look at what's happened recently, this is in 2018, the Nobel Prize for Economics went to Nordhaus, and the award said, for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis. And that, you know, on the surface, looks like a good thing to do. And here's one important slide from his speech. You can see the dates down the bottom. I'll just change my point. He's starting in 2010 out to 2150. And what he has there are a number of different trajectories that temperature could go and the damages that they will do to global GDP on the vertical scale, or the increase in temperature. On this particular slide. And what he says is the optimal time path, that's the orange time path here, the optimal time path will stabilise temperatures at 4 degrees above pre-industrial levels by 2140. 4 degrees, okay? And notice that's labelled optimal. A 4 degree temperature increase. Now, already I think you know we're well outside what climate scientists are talking about. How on earth can that be optimal? Well, what he says is that that level of climate change minimises the sum of the costs of climate change and the costs of abating climate change. If we don't do anything, we'll hit 6 degrees. If we do this, we'll hit 4. And overall, that's better than the best of a number of different situations. So his base case has no abatement whatsoever, and that'll give us temperature 6 degrees above pre-industrial levels. And that'll have damages, he claims, to the global economy of $23 trillion. And I'll come back to how
Those are calculated shortly. Zero cost of abatements, the total cost is 23 trillion. The optimal abatement has 4-degree temperature increase, damages of 15 trillion, and it costs about 3 trillion. Now, if you think about 3 trillion, that's about 1/6 or 1/7 of 1 year of the United States GDP. So it's a big number, but it's a small one at the same time. Okay? So that's the overall pattern he has there, different levels of few damages versus abatement. And the minimum cost is about 18 trillion for the optimals. Let's do that. That's his basic argument. Now, 6 months before he gave that presentation, somebody with a PhD in industrial chemistry, which I take a lot more seriously than a PhD in economics, even though I've got one, he was saying what happens with 4 degrees. And this is one of the most important points. Most of the tropics and subtropics will be too hot for human habitation, tropics and subtropics. That includes a large part of the country I come from. Okay? And down the bottom, maximum carrying capacity of the planet, about 1 billion people versus 7.5 billion now. Now, how the hell do you square those two visions with each other? And before I started doing this research, and as some of my fellow non-orthodox economists themselves told me, they thought, oh, it's all about the discount rate. He's applying a very high discount rate to enormous damages in the future. And if you discount the future sufficiently, it doesn't matter today. That's not true. He does have an extremely high discount rate. But that's not where he gets the low figure from. The low figure starts from three methods that they use to try to get numbers. I won't say guess or estimate, I'll just get numbers that looked like they were telling you what the impact of climate change would be. And one of them is this idea of using observed variations in GDP and temperature across space within a single country, the country normally being initially the United States, to discern the effect of climate. And it assumes that the variation we see in climate and GDP today across continental USA can be used to predict what's going to happen with climate change when temperature changes that much. Now, there's a couple of other equally stupid ways they've done this, but I want to go into this particular stupid way in detail. So they took data on temperature and income by regions normally in the United States, and what they found, and you might even guess this, is a fairly weak relationship. If you've got a scatter plot, yes, you can fit some sort of trend to the data, and yes, you can sort of fit it with a function like a quadratic. That's exactly what they did. And they then assumed that the massive increase in temperature we're going to be retaining in the biosphere, courtesy of additional carbon dioxide over time, will have the same effect as moving from, say, Nevada to Alaska, or Nevada to North Dakota, because we're talking about just inside the continental state. So here's not the first paper. Nordhaus is, in most things, is responsible for the first paper. This is one in 2000. He said these studies were quadratic, and that countries that were cooler than optimal are predicted to improve their GDP, courtesy of global climate change. Those that are warmer than optimal will lose. And overall, this particular study estimated the benefits of a 2.5-degree increase in temperature of an extra $145 billion global GDP in the distant future. Benefits, okay? Now, I want to show what they actually did. Don't worry about trying to read this table. I know the text is too small. That's the data for all the states of the contiguous states in the United States. The average temperature, the top one there is Alabama. I'll just actually zoom in a bit if I can, let's see. So Alabama has an average temperature of 17 degrees Celsius. And that's the GDP per capita, and that's the population of the state, 48 million people. GDP, state average per capita income of about $40,000. So if you plot that on a scatter plot with the horizontal giving you the temperature relative to the average for the whole state of the United States and the deviation from GDP, that's the scatter plot. Now the curve I've got through there is a simple quadratic. And I did this in half an hour, by the way. Okay? I should have got a Nobel Prize for it. Okay, there's the curve. So you then take that, and I've now compared my little slide to Nordhaus's damage function. And it's in the same ballpark. He says that a 2-degree increase over pre-industrial temperatures will cause GDP to fall by 1%. I get
I've shown negatives here. I should have shown negatives here. These are all negative numbers for Knott House as well. I get minus 0.2%. 4%, I get 2. 8, I get 6. 13, I get 12. 19, I get virtually 19. So it's very, very similar. It took me half an hour. Now, the reason that worked is because the assumption that you can use today's temperature and GDP data gives you the conclusion. Okay? People can live in Death Valley if they're living in an air-conditioned truck. They can make a nice living there, selling souvenirs to tourists on the way through. They depend upon the rest of the planet to be able to survive there. But there's no great shakes about it. So the assumption itself is something you should check, shouldn't you? Well, who suffered through an economics degree here? Okay. You've all told assumptions don't matter. What translate that is, don't touch, get your grubby hands off our assumptions. Okay? Don't challenge them. That's what that actually means. But they say it's not valid to criticise a model for its assumptions, and they'll quote Milton Friedman on this front. And Milton Friedman's responsible for a lot of garbage in economics, and this is one of them. But rereading this one, I noticed there's a footnote. I've read it and critiqued it numerous times from a range of methodological philosophers, but I took a look at it, and here he goes here as a little footnote. So what you'll get out of this is they'll say, truly important and significant theories will have assumptions that are wildly inaccurate. And often, the more significant the theory, the more unrealistic the assumptions. And that's the mindset that most economists have got. And I've had this with, there's one particular incident involving a junior recent graduate for the Western Economic Association when I was speaking at a conference of theirs. And as I can talk about it later if you like, fairly acrimonious exchange when I was giving my presentation. And he followed me out of the room saying, well, we have to make some simplifying assumptions. And I said, you've got to learn the difference between an assumption, a simplifying assumption and a fantasy. Now, what Friedman says on the bottom, unrealistic assumptions don't guarantee a significant theory. But that's what they've done. It's the most unrealistic assumption in the history of science, of economics, and that's saying something. So there is Mendelssohn's 2.5% degree increase causing a 1% rise in GDP. Similar data like that gave you a scatter plot like this, with the bottom one showing the global mean temperature increase and the vertical the damages. And that's damages relative to no climate change whatsoever before you discount in the distant future. So there's Mendelssohn's data point. There's another set that include this space equals time assumption. There's Nordhaus's contribution in 1994. Now with that done, he gets a coefficient for this quadratic, which he's been reducing over time. So the more data the rest of the world's got making climate change appear more significant, he's been reducing his damage coefficient. It's now 0.227% times the temperature difference squared. So a 2-degree increase in temperature will cause GDP to fall by less than 1%. 4% causes 3.6, that's what he's actually giving the main warning about. And 10 degrees would cause just a 23% fall over what it would be in the complete absence of climate change. Now, that's only valid if that assumption makes sense. And here's Richard Toll, who I'm afraid to say is a Dutch descendant, so you guys aren't perfect, saying that, dismissing in a Twitter debate, saying it doesn't matter, climate is not a primary driver of income, saying 10 degrees, 10 Kelvin, is less than the temperature distance between Alaska and Florida. You know, therefore, climate is not a primary driver of income. Now, a meteorologist came out and I deliberately provoked Toll into this argument, and he took the bait. If I was fishing, I caught a whale. And a meteorologist said, a 10-degree warmer climate than today is not by anything like just simply adding 10 degrees to the current temperature. It's totally wrong. And Toll replied, and he, by the way, is an author of the IPCC reports. I'm not talking some obscure academic. Climate determinism has no empirical support. People survive in wildly different climates. And if you can't prove it holds over space, how can you prove it holds over time? Now, what they've done is just take these two different places on the planet and compare the GDP. Of course, that means there's no change in global temperature and global energy levels. But what's going to happen over time is an enormous increase in the energy in the biosphere, which will completely scramble anything which we can derive out of today's climate.
And I want to give a linear example of what they've done. Let's just assume, and this, I know this is a stupid assumption, I'm just using it for illustration. Assume temperature is a linear sum of global temperature and local deviation from global temperature. Now, global temperature includes the temperature caused by our location in the Goldilocks zone around the sun. And it's caused by the actual level of existing greenhouse gases before we put on the industrial pedal. So you can say there's alpha 1 times global temperature plus alpha 2 times local temperature. And local temperature basically is how far are you from the equator, okay, pretty much. Now I can say, well, I've got a figures for GDP and temperature for Florida. And I've got temperature for Dakota. And I'm going to subtract the two. And I work out, well, the difference is going to be 17 times the alpha 2 component. And I can then, but what's actually happened is alpha 1, which is the component for global temperature, has cancelled out. I've got no information about that at all. So I solve for alpha 2, but I have no information on alpha 1. So let's assume alpha 1 equals alpha 2. That's really about as sophisticated as what they've done. Now, it's like having data on a mountain, north-south data. And you can tell, you look at it and you say, well, it's very flat north-south, so it's safe to hike east-west. Well, that'd be great if you're on a perfectly symmetrical mountain, but what if you're in El Capitan? That's what we've done. That's what we've walked into. So it's completely absurd to make the type of claim that he's making. But we can actually use his model to show just how absurd that is, because part of why they can get away with this garbage is we have never experienced what they're making projections about. We have no personal or global knowledge of this. But we do know very accurately now what the temperature was on the planet in the very recent past, certainly 20,000 years ago. And that period back there, 20,000 something years ago, 23,000 pretty close, was when the last ice age was at its peak. And that was 4 degrees below current temperatures. Now, Nordhaus's damage function is symmetrical. So we can apply it to global cooling. That's why I say it should be of interest to even to deniers. So what does it predict for a 4 degree fall in global temperature? A 3.6% fall in GDP. Now, to look at the planet, what it was like when it was 4 degrees colder about 20,000 years ago, this is what it was like. And you can see that there were glaciers, ice sheets the size of the thickness of Greenland, over all of America, pretty much north of New York, all of Europe, pretty much north of Berlin. There's no way we can extrapolate from the world we're in to that world, or the opposite direction of global warming from current data, but that's what they've tried to do. Now, all of them use these polynomials, just quadratics, sometimes quartic functions as their damage function. And they don't have any turning points. And to justify not having a turning point in his model in 2013, all this is on the web, by the way, he made an appeal to a survey by Lenten. He said, the current version, this is Nordhaus, has quadratic damages without sharp turning points, tipping points, but this is consistent with the survey by Lenten. Well, I wanted to see that. I went to his bibliography. There was no Lenten. I went searching on the web. I found the paper. This is what Lenten actually said. Society may be lulled into a false sense of security by smooth projections of global change. A variety of tipping points could reach their critical point within this century. Now, there's a colloquial word for what he's done there. It's called lying. Now, why to ignore them? Well, because what they're doing is cost-benefit analysis. And if you have an infinite point, which is what a tipping point will give you, you can't do cost-benefit analysis. So their response was, let's ignore the tipping points. What the scientists are saying, let's ignore the economists. And that's the advice I want to give you. This is from a paper from the guy, same guy I quoted earlier on today, saying, again, very politely, the contemporary way of guiding development founded on theories of incremental change will likely not be adequate. That's a drastic understatement. So the scale of what we approach is absolutely enormous. Now, the first thing we should do is get rid of the economists from the IPCC or include rebels within economics, and there are some of the names of people I know working in the field who are non-neoclassical, and we should be using what the climate scientists are telling us, not what the economists have made up, because those numbers that they call data are all numbers they've generated themselves.
They're not derived from actually what the climate scientists have to say. And what you get as a result is the economists are the main people feeding obvious climate change deniers like Bjorn Lomborg. So here's some appropriate tweets from him. I'll go through them quickly given time, but I'll finish on one because this shows that he's actually able to quote the IPCC to get the results he's going. So here he's saying, yes, climate's a problem, but nowhere near a contention. IPCC impacts smaller than most of the drivers. And that is what the 2014 IPCC report says. Who's its author? Richard Toll. Denialism is built into the IPCC, amongst the economists, not amongst the amongst the scientists themselves. So we should be developing research that actually looks at what these tipping points might be, and that's what the scientists themselves are doing. And what they're saying is most of these elements on the screen, huge scale parts of the Earth's climate, will be tipped at temperatures as small as a 2 degree temperature interface because you'll get a domino effect of one system causing a cascade in another. So there are alternative approaches. I'll actually jump over that again in the interest of time. We should have been using from the outset the limits to growth. That gave us an integrated systemic view of what could happen. And who is the person most responsible for trashing the limits to growth? William Nordhaus. Thank you. Thank you very much, Steve Keen, for this slightly frightening presentation, if I'm honest. I was wondering, I can imagine that there might be some questions from the audience. Yes. Yeah, my name is Johan, and I happen to work for an insurance company. Oh, wow. Okay, you've got some work ahead of you. Yes, I also studied economics to make things even worse. Yeah. You made a couple of references to GDP, and I was just wondering, is GDP still fit for purpose? Because it's not a constant concept, and if you look at the topic of externalization of some of the effects of climate change, aren't we underestimating the effect of climate change once we continue to look at GDP as a way of measuring? Yeah, and one of my biology friends said that economics is the only profession that adds up its assets and liabilities and calls it wealth. So yes, we are missing a large amount in actual GDP. I've worked out a way to redefine GDP effectively as useful work. And then that gives you a much more realistic way of saying, have we improved or have we gone backwards? So useful work. Well, literally, does it actually move somebody? If there's a car, at the moment, if you want to go from a trip from here to London, let's say, then if there's more traffic on the way, there'll be a higher GDP. You'll get there more slowly. Now, if I measure it in terms of moving your weight from here to London in a set point of time and compare it to what actually was required to get you there, then I can give you an accurate estimate of whether you how much waste was involved in doing the useful work of moving you from here to London. Long way before we can work it out, but a lot of scientists are calculating what they call the exergy levels of different countries and measuring exergy in different industries. So we can do it that way, but it's still very hypothetical. Does that answer your question? Yes. Yes. Is there anyone else who has a question? Oh, thank you. Miss van Dillen, I'm not economist. I work at a bank in data. And at university long time ago, I did something with environmental chemistry. So I was wondering, is there any other way that would help us measure finances compared to GDP or whatever else that would help us steer us in the direction that would make it more feasible to approach a habitable planet by, say, I think what we have to do is work backwards from your last statement. What is a habitable planet and who is it habitable for? And the answer on that front has to be we have to be able to maintain the biosystem which we're part of. Okay, we have to reserve a large part of the planet for the enjoyment of animals we don't eat and plants we don't harvest. And we've gone probably, I would say, from looking at the estimates, what's called the global human ecological footprint, which is a rough way of trying to work out what load we're putting on the sustainability of the planet, it says we're currently at 1.6 planets per year. Now, that's saying humans are using themselves 1.6 times the reproducible capacity of the planet. That's not including the remainder of the life on the planet.
So if you look at that and seriously say how much should we have got to, I think something like about 40% would have been more than our fair share. That's where we should have stopped. Now, if you look at where we were when the limits to growth came out, there were about half as many of us, and we were consuming about half as much energy per head. Okay? So I think if we followed what the limits to growth pushed in 1975, they were saying a whole range of differences in human society, including population control, including more pollution abatement, including changing across to energy methods that use less carbon, et cetera, et cetera. Seven different policies overall, I think. There was a potential path of sustainability from 1975 on. Now, we've gone pretty much more than 40 years past that point, and we double our load on the planet every 20, 25 years. Yeah. So I think we have to go backwards. Pardon? I imagine we're accelerating that speed. Accelerating that. We are. Yeah, well, it's the same constant rate of growth, but it's the whole hassle of not being able to think in terms of exponential functions, because what we do with an exponential is double the load every X years, where the X is depending on the rate of growth. And there's a simple rule of 72. Divide your rate of growth into 72, it tells you how fast you have to double. So if you have a number like three times, you're going to double every 20 something years or so, and that's what we're doing, and we're ignoring it. We are very greedy. Thank you very much, Steve Keen, for your very interesting yet frightening addition to this program. Can I have a warm applause again, everyone? If you go back to your seat, there will be a translator for you there in the back. The translation probably disturbs people, so I'll live in the Dutch world for a while and catch up with the conversation later. I bet that will be just fine. Yeah. So we're going to change back to Dutch. We gaan terugschakelen naar het Nederlands. Dat heeft voor mij altijd eventjes een momentje nodig in mijn hoofd. Dus vergeef het me als ik eventjes een beetje traag ben. Wij gaan nu door naar het volgende onderdeel van het programma. We hebben nu gekeken naar de risico's. We hebben gekeken naar de getallen die nog erger zijn dan we al dachten dat ze waren. Dat is best wel een help momentje. Wat gaan we hieraan doen? Wat kan de financiële wereld bijvoorbeeld hieraan doen? Ik ga mijn volgende gast op het toneel uitnodigen. Zij is Senior Manager Responsible Investment bij de VBDO, de Vereniging voor Duurzame Beleggers. En zij is eigenlijk constant bezig met of die financiële wereld zich wel houdt aan duurzaamheid. Mag ik een warm applaus voor Jacqueline Duyker? Dankjewel. Alsjeblieft. Welkom, Jacqueline. Ja, dankjewel. Even een hele directe vraag. Hoe staan we er nu voor? Wat doet die financiële wereld nu om dat enge getal wat minder eng te maken? Goede vraag. Nou ja, de financiële wereld, het is grappig. Ik ben zelf ook econoom. En in de financiële wereld wordt geld belegd. Wij werken veel samen met beleggers. Mm-hmm. En die maken gebruik van financiële modellen, economische modellen. En die ook allemaal eigenlijk niet helemaal kloppen. En wat klopt daar niet aan? Nou, een aantal aannames. Ik heb het ooit geleerd. Je gaat uit van dat mensen hun nut willen maximaliseren. Dat ze rationele beslissingen nemen. Maar bijvoorbeeld ook dat er onbeperkte natuurlijke hulpbronnen zijn. En die zijn er niet. Blijkbaar niet, nee. Nee, dat hebben we net gehoord. Blijkbaar zijn die er niet. Maar dat zijn wel de modellen die gebruikt worden om beleggingsbeslissingen te nemen. En wij kijken dan binnen VBDO... Naar de pensioenfondsen en de verzekeraars, hoe die ons pensioengeld bijvoorbeeld beleggen. En dat doen ze natuurlijk wereldwijd. En in hoeverre ze daarbij dan ook rekening houden met duurzaamheid. Dus dat kan over mensenrechten gaan, maar natuurlijk kapitaal, en hoe maar doen ook ze over dat? Klimaat. Wat doen ze nu? Wat doen ze nu als het om klimaatverandering gaat? Nou, we hebben 2 jaar geleden hebben een onderzoek gedaan, specifiek daarna, van bij de pensioenfondsen. Wat doen jullie nu met klimaatverandering? En toen bleek dat... meer dan de helft nog geen beleid had. En het is natuurlijk ook best wel lastig om opeens zoiets als klimaatverandering dan in die modellen dan te brengen. Want ja, dat heb je natuurlijk al sinds de jaren 50 bestaan die modellen nooit gedaan. Nee. En nu moet dat erin. Dus dat is lastig. Maar toen deed meer dan de helft nog niet iets aan klimaatverandering in het beleid. En we hebben dit jaar het onderzoek nogmaals een dergelijk onderzoek gedaan. En nu hebben we wel
Alle pensioenfonds en ook vrijwel alle verzekeraars hebben wel een beleid als het gaat om klimaatverandering. Oké, er is wel een beleid. Er is een beleid. En maar, ik voel een maar. Ja, dat is er vaker, maar die is er nu ook echt wel. Het is natuurlijk ook een groot complex issue opeens, waar je dan als belegger mee moet rekening houden. Want ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, een van de eerste dingen waar de beleggers zich op richten is op CO2. Vaak gaat klimaatverandering gaat ook over CO2-reductie. Dus er wordt heel erg gekeken naar, wat is nou de CO2-footprint in mijn beleggingsportfolio en hoe kan ik die verminderen? Mm-hmm. Dus dan gaat het eigenlijk om het voorkomen dat de temperatuur nog verder stijgt. En dat is op zich heel belangrijk om te doen. Dat is voorkomen, maar niet aanpassen. Precies, want naast dat je voorkomt dat het nog warmer wordt. En we zitten geloof ik nu op een 4 graden scenario, dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar juist omdat we op een 4 graden scenario schijnen te zitten, wordt het ook steeds belangrijker om je aan te passen aan de gevolgen die dus echt wel, die ook gaan komen. Mm-hmm. Dus dat je daar adaptatie op gaat doen. En de gevolgen die gaan komen, dat zijn eigenlijk dan de echte fysieke risico's. Zoals inderdaad overstromingen, maar ook droogte. Heftig weer, heftige regens. Nou ja, eigenlijk van alles en heel veel verschillende dingen die ook zich heel verschillend manifesteren op verschillende plekken. Maar hoe doe je dat? Complex. Ja, dus heel complex. Dus überhaupt al begrijpen van wat gebeurt er dan en hoe raakt ons dat nou? Nou, is best wel makkelijk gesteld die vraag, maar moeilijk te beantwoorden. Maar zetten ze daar al concreet op in? Hè? Dus je zegt, ze moeten zich aanpassen aan wat er komen gaat. Niet alleen maar voorkomen dat het komt, maar wat doen ze daar al aan? Ja, dus ze zijn nu ook wel bezig, werken we dus ook wel met dus adaptatie aan de fysieke risico's. Mm-hmm. En dan gaat het in eerste instantie voor beleggers vanuit financieel perspectief. Dus in hoeverre raakt nou raken die fysieke risico's, Vies zijn zo. Ga verder. In hoeverre raken die fysieke risico's nou mijn beleggingsportefeuille? Dus bijvoorbeeld heb ik activa, heb ik beleggingen in gebieden die at risk zijn. En dat wordt geïnventariseerd. En dan worden daar maatregelen opgenomen. Mm. En als de risico's hoog zijn, zou je misschien wel die assets gaan verkopen. En zo ben je bezig in je beleggingsportfolio om je risico's te minimaliseren. Want wat doen ze dan als die risico's hoog zijn? Dan moet je daarop acteren. En dan ga je die risico's verminderen. Dat is ook wat je als investeerder dus doet. Hè. Je maakt de risicorendementafwegingen. En dan ga je daar stappen opnemen. Die wil je misschien niet hebben. Dus het zou kunnen zijn dat je dan juist die actieven gaat verkopen. En dan ben je op papier, in je beleggingsportfolio, heb je minder risico. Alleen het is op papier alleen nog maar. En uiteindelijk gaat het natuurlijk met die fysieke gevolgen gaat het niet om een financieel portfolio verhaal. Maar het gaat natuurlijk om een echt verhaal in de reële wereld. Dus waar het eigenlijk ook om moet gaan is van, niet alleen wat betekent het in mijn beleggingsportfolio, maar wat betekent mijn beslissing als het gaat om de gevolgen in de echte wereld. Ja, dus zij denken, wij hebben ons hier nu aan aangepast, we hebben er rekening mee gehouden, we zijn er misschien wel weggegaan, opgelost. Ja, dat is een eerste stap en dat is heel makkelijk zo gezegd, want het is nog best wel heel ingewikkeld om dit te doen. Er worden nu heel veel modellen ontwikkeld voor verschillende soorten fysieke risico's, op verschillende plekken, voor verschillende activa waarin je kan beleggen. En dan is het nog heel moeilijk om die modellen goed te krijgen. Ja, dat gaat misschien nog wel 5 jaar duren of 10 jaar duren. En dat is natuurlijk de vraag van, hebben we überhaupt zoveel tijd om dat te doen? En dan is het nog zo van, maar waar gaat dit nou over? Want dan heb je een beleggingsportfolio waar we allemaal naar die ene veilige plek gaan met onze beleggingen. Maar ondertussen gaat het natuurlijk om de reële wereld. Ja, en het gebied gaat achteruit. Ja, dus dat klopt. Dus de tweede stap die er wordt gekeken is van in hoeverre is eigenlijk mijn assets, in hoeverre zijn die dan beschermd? Dus daar kun je ook naar kijken, niet financieel, maar zijn mijn assets eigenlijk wel klimaatbestendig? Mm-hmm. Mijn gebouwen, mijn infrastructuur, maar ook de bedrijven. Zo wordt er ook wel gekeken. Maar eigenlijk zou je nog een stap verder moeten gaan. Dan zou je moeten kijken van wat is er voor nodig om een bepaald gebied leefbaar te houden. Of klimaatbestendig te maken. Ja, dus we moeten die switch maken. Hè? Dus van alleen maar kijken naar onze eigen risico's. Naar het grotere belang. Ja. En wat zijn nou die hobbels waar die financiële wereld overheen moet. Om dat voor elkaar te krijgen? Ja, want dit is misschien wel heel makkelijk gezegd, maar best wel moeilijk om te doen ook. Hè? Dit is echt complex. En het zijn een paar hele grote hobbels. Maar ja, het is. Wat zijn die hobbels? Nou, kijk, als in de eerste instantie.
Er zijn een aantal pensioenfondsen, verzekeraars, die beleggen allemaal volgens bepaalde regels. Dus het moet ook kunnen binnen de regels die er zijn. Ze staan onder toezicht van bijvoorbeeld de Nederlandse bank. Dus het moet allemaal passen binnen die regelgeving. En die regelgeving is er opgericht om zo min mogelijk risico's te nemen. Dus ja, dat okay, is dus al heel een spanningsveld. Plat gezegd, is een van de eerste regels als het maar veilig is. Ja, het moet dus financieel veilig. Ja, precies. En dan vaak ook nog op korte termijn wordt dat bekeken. Dus er is ook nog een soort dilemma van, het is natuurlijk, dus financiële instellingen en beleggingen worden getoetst eigenlijk op vrij korte termijn. Maar die issues hier zijn natuurlijk veel langere termijn. Dus je hebt ook nog een groot verschil tussen de korte en de lange termijn. En dat is, ja, het is ook best wel een grote hobbel. Dus dat is een soort impact die je dan nou ja, eigenlijk heb ik het verhaal van, kijk nou, wat is er voor nodig om een gebied levensvatbaar te maken? Gaat over impact inderdaad, wat gebeurt er nou echt? En de financiële wereld is natuurlijk niet heel erg gewend nog om naar die impact te kijken, maar die kijkt vooral naar risicorendement. Dat is ook waar ze worden afgerekend. En zij moeten dan ook, zij moeten ook het mandaat hebben om daarop te letten. Zij beleggen natuurlijk het pensioengeld van ons allemaal eigenlijk. En wij willen ook een rendement hebben. Als je dan ook naar die impact moet kijken, hoe werkt dat dan allemaal samen? Nou, dat is, dat is een heel lastig vraagstuk. Niet eenvoudig. Ja. Nee. Ja, dus het gaat om strenge regels waarin winst gemaakt moet worden. Ja. En waarin het veilig gespeeld moet worden, financieel veilig gespeeld moet worden. En het gaat ook goed, als ik het begrijp, om het meten van die impact die lastig is. Hè? Dus op korte termijn is het impact heel anders dan op lange termijn. Ja, je moet inderdaad, je moet dus ook kijken naar die impact in ieder geval. En eigenlijk moet je gewoon terug van die impact, moet je kijken van oké, als deze impact nodig is, hoe kunnen onze mijn beleggingen daar nou aan bijdragen? Ja. Zo, dat zou een goede benadering zijn. Oké, nou dan denk ik dat we een hele goede eerste stap hebben gemaakt in dit programma, in het, het blootleggen van de dilemma's, de hobbels, zoals we ze genoemd hebben. Ik vraag me af, is er een vraag? Ik zie hier dat onze hulplijn belt. Ja. Jacqueline, dank je voor deze uitleg. Ik heb een vraag. Je hebt dus die analyse gedaan, eerst 2 jaar geleden, nu. Zijn er verschillen in hoe de pensioenfondsen of de verzekeraars of de banken kijken naar klimaatadaptatie? Wie gaat eerder, is eerder al aan het acteren dan de ander? Zie je daar verschillen in? Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Wij kijken dus inderdaad eigenlijk alleen naar de pensioenfondsen en de verzekeraars, niet naar de banken. Banken zijn ook meer, ja, vaak meer het financieren van specifieke projecten of specifieke bedrijven. En wij kijken meer naar echt het beleggen. En dat gaat dan. Ja, dat is net iets anders. Maar je ziet wel verschil tussen de pensioenfondsen en de verzekeraars een beetje. Daarbij lopen de pensioenfondsen een beetje voorop. Het komt misschien ook wel omdat we in Nederland een paar hele grote pensioenfondsen hebben. Die hier toch al een tijdje mee bezig zijn om zich hierin te verdiepen. En kijken wat ze ermee moeten doen. Dus dat zien we, dat zij al ietsje verder zijn. Oké, is er nog een vraag vanuit het publiek? Ik wil eigenlijk even teruggrijpen op, ik zeg even banken, verzekeraars, pensioenfondsen voor de jaren 80. Toen die nog in dienst stonden van de samenleving. En ik hoor u alleen maar het woord winst de hele tijd zeggen. Maar waar gaat het over de maatschappelijke winst? En niet over de financiële winst van aandeelhouders? Een hele goede vraag. Ja, het gaat natuurlijk juist om de maatschappelijke winst. Ook als het om duurzaamheid gaat, dus bijvoorbeeld om klimaat mee te nemen. Dat is dus, dat is eigenlijk wat de maatschappelijke winst zou moeten zijn ook. En dat is ook als je het hebt over rekening houden met de impact van je beleggingen. Dat is ook een maatschappelijke winst als het een positieve impact is dan. Dus dat is er. En in feite wat je nu wel ziet gebeuren, ook wel bij een aantal pensioenfondsen. Dus beleggingen worden nu niet alleen maar risicorendement, maar er wordt ook impact meegenomen. Maar dat wordt dan meegenomen in de modellen die ze gebruiken. Dus voordat dat gebeurt en dat wordt ontwikkeld. Maar ja, dat is niet eenvoudig. Dat is ook zo. Het is ook wel lastig in die zin, want uiteindelijk het moet aan alle drie de dingen voldoen inderdaad. Het moet ook nog sprake zijn van financieel rendement. Tenminste, daar worden in ieder geval pensioenfondsen op aangesproken. En verzekeraars ook. Ja, of we moeten beslissen dat we dat niet meer willen. Ja, dus het gaat om die. De vraag is of het samen kan. Ja, en dat precies. Of het samen kan. Nou ja, meer.
Ja, dat, ik denk zeker dat het samen kan. En dan is het meer, maar dan is het ook, uiteindelijk komt het ook samen, maar dan is het ook op welke termijn kun je kijken. Want het, dat is vaak moeilijker samen te brengen op korte termijn. En we willen wel vaak op korte termijn ook resultaten zien. Maar ik denk dat het uiteindelijk op lange termijn natuurlijk samenkomt. Ja, het grote verschil tussen de korte termijn winst en de lange termijn winst. Ik heb hier nog één vraag en dan moet ik helaas alweer door met het volgende onderdeel. Ja, hi, ik ben Walter Witkamp. Ik ben klimaatwetenschapper bij een bedrijf in Amsterdam. Ik vroeg me af of je ook hebt gekeken of de beleggingen die jouw instelling die je onderzocht, of die beleggingen ook minder gaan naar vervuilende industrie. Of dat meegenomen wordt in jullie duurzaamheidsmonitor. Wordt dat meegenomen? Ja, oké. Even kijken. Ja, want we kijken inderdaad in die monitor naar de pensioenfondsen verzekeraars, de 50 grootste en in Nederland en de 30 grootste verzekeraars. En we kijken niet per investering of dit nou wel of niet duurzaam is. Dus wat we kijken is in hoeverre is er een beleid en hoe stringent wordt dat toegepast met verschillende duurzaamheidsstrategieën. Worden bedrijven uitgesloten? Wordt daar een impact investing gedaan? Doen beleggers aan engagement en dan hoe specifiek doen ze dat? Maar wat we niet doen, is dat we kijken naar de beleggingsportfolio en dan zeggen van oké, zoveel procent van de aandelen, in dit geval maar even, wordt belegd in fossiele brandstoffen en zoveel procent wordt in hernieuwbare brandstoffen belegd. Zo kijken we niet. We kijken dus naar hoe scherp is zo'n proces. Nou, we kijken eigenlijk naar het beleggingsproces en in hoeverre dat is meegenomen. Dus dat is het inderdaad. Maar we kijken niet zo van, want we weten ook niet wat de oplossing voor het... Iedereen weet, alle klimaatwetenschappen weten, dat meer CO2 leidt tot een hogere temperatuur. Dat is simpel. Minder fossiele brandstoffen verstoken. Dat dempt de schade die we nu gaan ondervinden. En de kans dat we op die brigade uitkomen. Ja. Dat blijkt als we blijven doen wat we doen. Dus we moeten wat anders doen. Ja. Dus ik vraag me af, voor wie maken jullie die monitor? Nee, wat we dan doen, bijvoorbeeld op dat punt, hè, bijvoorbeeld we hebben dit jaar dus... Nee, maar ja, we kijken dus bijvoorbeeld in hoeverre wordt er ook gestuurd bij die beleggingen op het meten van je CO2 en op het reduceren van je CO2-footprint. Dus dan kom je eigenlijk op het punt wat je maakt, toch? En voor wie maken we de? We maken hem eigenlijk voor de sector überhaupt zelf. Dus we maken hem... Nee. Nou, ik ga hier heel even onderbreken, want we zitten helaas wel met een beetje tijdsnood. We willen namelijk een heleboel gaan dekken vanavond. Ik merk dat dit nog wel hoog zit. Bewaar je vraag. Misschien is er later in het programma nog ruimte om deze te beantwoorden. Jacqueline, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor je bijdrage. Mag ik nog één keer een groot applaus voor Jacqueline? Goed, we hebben gehoord dat de risico's hoog liggen. We hebben even gekeken naar de hobbels en die zijn er. Het blijkt echt een lastig thema en er blijkt ook niet een eenvoudige antwoord op te zijn. We gaan nu kijken in gesprek met een panel. En in dat panel zit de financiële sector en in dat panel zit ook degene die namens de natuurbeschermers spreekt. En die wil ik graag even één voor één naar voren roepen. En dan gaan we eens kijken naar die vraag, nou god, wat doen we nu? En wat kunnen we hiermee met die hobbels die we zojuist besproken hebben? Allereerst, Senior Expert Green Economy van de IUCNNL. Nederlands, Engels, alles door elkaar. En de internationale organisatie van verschillende natuurbeschermende organisaties. Mag ik een warm applaus voor Romy Goedeke. Dan als tweede hebben we van het bestuur van het Spoorweg Pensioenfonds. En overigens ook actief voor grootouders voor het klimaat. Sietse Brouwer. En dan Sustainable Advisor bij ABN AMRO, Jan Raas. En dan last but not least vanuit Interpolis businessstrateeg Johan Ringeling. Welkom panel. Ik denk dat we een hele interessante combinatie zo aan tafel hebben zitten. Jan, ik ga bij jou beginnen. Okay. We hebben net vrij enge voorspellingen gehoord. Ja. Schrik jij daarvan?
Nee, want het is mijn vak. Ik heb een achtergrond in de combinatie van bankieren of financieren, beleggen en duurzaamheid. En het is een verhaal wat niet onbekend is. En wat ook wel geleid heeft tot een ommezwaai in, althans onze bank, ABN AMRO. In de manier waarop echt gekeken wordt naar hoe wij onze klanten bedienen. Want dus die ommezwaai, die is er dus wel geweest. Dit is al dit is minder schokkend binnen de ABN dan voor ons. Nee, ja, het blijft een kleine organisatie op wereldschaal, als je het bekijkt. Mm-hmm. Het is een grote organisatie op Nederlandse schaal. Ik bedoel, het blijft een mid-size bank op Europese schaal. Op wereldschaal maken wij ons geen illusies dat wij dit tij kunnen keren, maar we zijn ons er wel bewust van. En we nemen klanten er wel in mee dat dit niet de verhaal is dat overgaat. Dit blijft bij ons de komende... Ja, ik weet niet hoe lang. Ik denk mijn hele leven wel. En jullie weten dit dus? Dit gaat niet over. Jullie zijn hiervan op de hoogte. En wat doen jullie binnen de ABN AMRO met deze informatie? Nou ja, kijk, op verschillende vlakken. Kijk, je kijkt in eerste instantie naar waar heb je impact. Dus je kijkt naar wat zet je nou in de markt of wat lever je nou als diensten aan klanten. En die vraag van Bob is helemaal niet zo gek van... nemen jullie ook impact mee? Het antwoord is, ABN AMRO neemt uiteraard impact mee, want hoe kan je niet meer impact meenemen als je 800.000 gezinnen voorziet van een hypotheek? Dan ben je echt best wel maatschappelijk verbonden. 800.000 gezinnen hebben dus een overeenkomst met je, zodanig dat zij in een huis kunnen wonen en daarin dus leven met een gezin. Daar gebeuren heel veel dingen. Maar het gaat om verschillende vormen van impact. Hè? Over welke vorm van impact heb jij nu? Daar kijken wij naar. Wij kijken naar natuurlijk kapitaal, we kijken naar sociaal kapitaal, we kijken naar menselijk kapitaal en ook het gemaakte kapitaal, het huis zelf. Mm-hmm. En uiteindelijk ook naar financieel kapitaal. Maar het is een gebogen werkelijkheid. En om een idee te geven, we hebben, en dat is mijn hoogtepunt van de week, vorige week eigenlijk, we hebben een prijs gewonnen, we hebben die innovatieprijs gewonnen van de transparantie benchmark. Omdat wij vertellen aan onze klanten wat die impact inhoudt en hoe wij dat berekenen. En waar we daar, ik denk, meer cutting edge in zijn als bedrijf, is dat we ook vertellen dat er negatieve impacts kleven aan het financieren, aan het beleggen. Nou ben ik heel erg benieuwd. Daar begint echt wel het verhaal, dat je transparantie biedt en dat je geen broodje aap verhaal gaat vertellen van, hey, it's all rosy, it's all great. Let's go ahead and make money. Nee, je moet echt wel verhaal vertellen van geld maak je als je maatschappelijk relevant blijft. Ja, en dat vind ik heel interessant, want we hadden het net over hoe moeilijk die impact eigenlijk meetbaar is. Ik ben overigens hier gaan staan, niet omdat ik jullie niet aardig vind, maar omdat ik anders met de projector in mijn gezicht zit. We hebben het net gehad over dat die impact zo lastig meetbaar is. En jij zegt, wij vertellen heel duidelijk hoe wij dat meetbaar maken. Ja, hoe maar wij waren wel de eerste bank die dan ook met het Impact Institute zo'n rapport heeft gepubliceerd. Vandaar dat wij de innovatieprijs winnen. Hoe maak je dat meetbaar? Kan je dat heel kort, zonder heel ingewikkeld te worden, uitleggen? Nee, tuurlijk. Kijk, geld beweegt heel veel. En geld beweegt ook in zekere mate geld. Dus dat is de financiële wereld die zichzelf eigenlijk bedruipt. Maar er zit aan dat geld gewoon heel veel aspecten die heel lang verwaarloosd gebleven zijn. En ik betwijfel ook, jouw vraag zit van in de jaren 80, daar wil jij naar terug. Ik betwijfel zelfs dat dan het rapport van de Limits to Growth echt geïntegreerd was in de bankieren. Ik zag het niet, ik leefde toen ook nog maar heel kort en jij ook, Bob. Dus ik zag dat ook niet in de jaren 80. Dus laten we alsjeblieft niet teruggaan naar de jaren 80. Ik denk dat we nu wel op een moment zitten dat er geen keuze meer is behalve transparantie te bieden over de impact die je biedt. En om maar heel simpel ding, van het hebben van een baan heeft een waarde van 10.000 euro, believe me. Dat is niet iets wat ik verzonnen heb, dat hebben wetenschappers verzonnen, ik geloof het ook. Het zit hem in namelijk dat jij een sociale netwerk hebt, die als het slecht met je gaat, kun jij mensen aanspreken of kun jij als het ware dingen die arme mensen vaak niet hebben, die hebben een soort poverty penalty, want arm zijn wordt bestraft in deze maatschappij. Dus als jij een baan hebt, dan heb jij een inkomen, heb jij een netwerk en dat levert een waarde op. Mm-hmm. En dan kom je niet zozeer terecht in, dat monetariseren wij zeggen dat is 10.000 euro waard, maar dat verbinden wij ook aan dat leven van onze klant.
En zo rapporteren wij nu. En zo wordt dat gerapporteerd. Ja. Oké, dan zou ik graag naar Sietse willen gaan. Hallo Sietse. Hoe doen jullie dat bij het Spoorweg Pensioenfonds? Hebben jullie daar al iets gedaan aan klimaatadaptatie? Doet hij het? Gewoon niet zoveel. Jazeker, hij doet het. Ja. Ja. We hebben als fonds al een behoorlijke traditie van zogenaamde ESG-integratie. Dus dat wij bij onze investeringsbeslissingen environment, social en governance meenemen. Wij worden er ook gescreend door de VBDO. Dat is niet een club die voor eigen parochie werkt, maar meer een luizende pels. Om even dat recht te zetten. En heel goed dat ze dat doen. Dus wij hebben al, wij investeren vaak door een gerichte keuze te maken en niet zozeer in de indexen. En daarbij kijken we naar een bedrijf of een land van hoe zich dat gedraagt op het gebied van milieu en sociale rechten en besturing. En in die zin hebben we, grappig genoeg, ook een vrij lage CO2-score bereikt met die aandelen. Dat was min of meer bij toeval. Klimaat is een aspect van duurzaamheid wat bij ons nog in ontwikkeling is, waar we druk mee bezig zijn, maar waar we ook best mee worstelen. En waar worstelen jullie dan precies mee? Wat is, als je even in één. Als je het hebt over impact, hè, blijkt dus dat we kiezen vooral bedrijven die duurzaam bezig zijn. En als wij vinden dat bedrijven niet zo duurzaam bezig zijn, dan gaan we met hun in gesprek. De engagement die eerder genoemd is. Dan weet je direct ook wat het effect is. Als men het gedrag verandert en duurzamer gaat opereren, dan heb je gelijk impact. Dus wat ons betreft is de impact vooral vanuit onze strategische aandelenportefeuille. Maar het andere impact beleggen, dus van investeren zodanig dat er meer duurzame energie komt of dat er minder CO2-uitstoot of minder methaan. Dat is voor ons best wel lastig, omdat die daar gewoon moeilijk in te investeren is. Daar is lastig in investeren. En hoe is dat bij Interpolis? Ik ben geen belegger, dus ik zit op een hele andere kant van het bedrijf. Ik weet wel dat onze moedermaatschappij, Achmea, het vrij goed doet. Wij zijn de tweede van Nederland qua verzekeraars. En dat heeft misschien ook al te maken dat wij een coöperatie zijn. Dus wat minder de druk van de beurs hebben op de korte termijn resultaten. Dus wij kijken altijd naar wat is het belang voor de klant, wat is het belang voor het bedrijf en wat is het belang voor de maatschappij. Dan maken wij net iets andere afwegingen. Maar jullie zijn er wel actief in, want ik heb iets gelezen over groene daken. Ja, we zijn dus veel meer aan de praktische kant aan het kijken. Als je een verzekeraar is eigenlijk een groep mensen die geld bij elkaar brengt om samen een risico te dekken. Dus een verzekeraar is eigenlijk maar een soort verzamelbak, een instituut. Dus als je niks doet aan dat instituut, dan wordt verzekeren als zodanig onbetaalbaar. Als we maar zo door blijven gaan zoals we nu doorgaan, dan krijgen we meer en meer overstromingen en meer regenbuien. De laatste regenbui die wij verzekerd hadden was 400 miljoen schade. Nou, wij werken ook met modellen. Hè. Er wordt nu gerekend als je één keer in de 10 jaar zo'n schade hebt, dan kunnen we dat keurig verzekeren. Als dat korter wordt, en dat gaat nu gebeuren, dan moet de premie zeg maar keer 2, keer 3, keer 4. Nou, dat willen onze klanten niet. Dus we zitten nu samen met onze klanten na te denken over hoe kunnen we nou samen voor helpen om die schades te voorkomen. En dat doen jullie met die groene daken? En dat doen we dus met groene daken. Zou je dat heel kort even... helemaal niet erg. Nou, we hebben alleen te maken met een tijd die door dit. Nu vooral te kijken, wat zijn nou schades die verzekerd zijn, waarbij klanten bij kunnen helpen, en ook niet-klanten overigens. We weten dat schade van platte daken een veel voorkomende schade is. En als je daar een groen dak op legt, dan gaat de dak 2 keer zo lang mee en dan halveer je de schade. Nou. Hey, en hier in Amsterdam, is daar een groen dak wat mensen hier misschien kunnen kennen? Vast wel, Lot. Noem maar eens eentje. Ja. De smart roof op het marineterrein. Dat is wel een hele mooie, want daar zit een polder dak op, waarmee het water dus gestuurd wordt van als het bui valt, dan wordt het dak leeg en anders is hij weer dicht en dan kan het water de plantjes water geven. Er zijn dus best veel initiatieven voor grote zakelijke daken. Wij zitten eigenlijk aan de andere kant van de markt. Je hebt heel veel particulieren met een schuur, een garage, een uitbouw, waar je ook prima een groen dak op kan leggen. En dat helpt ook. En misschien is zeg maar, de kost per euro opgevangen liter water wel lager. Ja, dat is wel een hele bijzonder innovatieve oplossing. Ja, daar zijn wij dan van. Ja. Heel interessant. Hey, ik wil even naar de andere kant. Dus we hebben 3 financiële sectoren gesproken. Dan ga ik nu naar de natuurbeschermer, als ik jou zo mag noemen. Jullie doen onderzoek, hè, naar klimaatadaptatie. We hebben nu gehoord dat er
gepoogd wordt dingen te doen. Het is toch wel moeilijk, het is ingewikkeld. Doet de financiële sector op dit moment voldoende voor de natuur? Dank je, Laura. Ik wil eigenlijk ergens anders mee beginnen. Want wij zien ons als IUCN-NL als de portfolio manager van een heel belangrijke asset, namelijk de natuur. En Steve sprak erover aan het einde van zijn presentatie in reactie op de vraag hier uit die audience. En ik wil daar eigenlijk tegenspreken en zeggen, de natuur heeft ons niet nodig. Wij hebben de natuur nodig. Als we een slokje water nemen, als we ademen, waar ik nu een beetje moeite mee heb misschien door de zenuwen. Maar de natuur, wij hebben de natuur veel meer nodig dan andersom. Daarnaast heeft de natuur ook een ontzettend belangrijke intrinsieke waarde. Dus misschien levert die chimpansee ons niet zo heel veel op. Maar die chimpansee heeft er wel een recht om te zijn. Net zoals wij een recht hebben om er te zijn. Ja. Dus als je kijkt naar IUCN, wij zijn een ontzettend diverse organisatie. Ik merkte dat je een beetje moeite had met de afkorting. En dat even komt switch. Omdat wij de grootste onbekende natuurbeschermingsorganisatie zijn. Dus wereldwijd hebben we ongeveer 1100 medewerkers. En de reden daarvoor is dat we tegelijkertijd ook een ledenplatform zijn. Dus wereldwijd hebben we ongeveer 1200 leden. Dat zijn grote organisaties waarvan jullie de naam kennen en waarschijnlijk ook wel eens geld aangegeven hebben, zoals Natuurmonumenten, het Wild Natuurfonds, maar ook kleinere organisaties zoals de Vlinderstichting of Stichting Chimbo, die heel erg van chimpansees houdt. Ik zal proberen op te schieten. De reden dat ik hier zit is dat wij in ons 70 jaar van bestaan gerealiseerd hebben dat we de natuur niet kunnen beschermen door wetenschappers en beleidsmakers bij elkaar te zetten en te zeggen, joh, we bouwen er een hek omheen en dan komt het allemaal goed. Dus dat betekent dat wij uit onze ivoren toren zijn gekomen, dat we met mensen zijn gaan praten. Nou, dat begon met het bedrijfsleven. Dat vonden we best wel heel lastig en ja, heel mag eng. Ik vragen, hoe doe je dat? Want je maakt een vertaalslag. Langzaam, hè? Jij komt uit de natuurbeschermende factor en je gaat praten met een sector die met hele andere dingen bezig is. Hoe heb je die vertaalslag gemaakt? Ik zal proberen te beantwoorden. Ik denk dat wij die vertaalslag op twee manieren proberen te maken. Zoals je misschien al gemerkt hebt, is IUCN niet een ontzettend activistische organisatie. Dat betekent niet dat we alles wat de financiële sector doet perfect vinden. Dus we gaan met hen het gesprek aan rond bepaalde onderwerpen waarvan wij denken, nou, goed dat jullie een beleid hebben, bijvoorbeeld op palmolie. Maar hoe kunnen jullie bijvoorbeeld daar de implementatie nog van verbeteren? Dus wij hebben ook onze eigen vorm van engagement. Aan de andere kant willen wij ook kansen creëren. Dus dat betekent dat wij programma's hebben. Bijvoorbeeld het net gelanceerde Mobilizing More for Climate. Waarin wij eigenlijk een soort pre-investment stadium proberen te creëren. Want wat ik vaak hoor als ik met de financiële sector praat is, nou, het geld klotst tegen de plinten. We zoeken naar doelen die niet alleen financieel rendement hebben, maar ook sociaal en environmental rendement. En waaraan wij proberen te werken is die voorbeelden te creëren. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. Wil je dat ik verder ga? Nou, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik zie iemand naast jou ontzettend knikken bij het geld klotst tegen de plinten. Maar wat moeten we hiermee, Sietse? Ja, dat klopt. En helaas is de rekenrente dusdanig dat we het toch niet kunnen indexeren, maar dat is een ander verhaal. Er is ontzettend veel geld in de financiële sector. Maar als je kijkt naar de investeringen in projecten die het klimaat verbeteren, of die dus in klimaatadaptatie, dat zijn vaak kleinschalige dingen die de nodige kennis vereisen ook. Onze organisatie, bestuur- en uitvoeringsorganisatie, dus vermogensbeheer en pensioenadministratie bij elkaar, is nog geen 200 mensen. En je wil alleen dus in wat grotere bedragen rekenen. En dan kun je gewoon niet permitteren om de tijd te nemen om hele kleine bedragen weg te zetten. Je wil je gewoon ik 10, zie 20, Jan 50 miljoen. Een beetje en dan, zeg je van, dan heb je eigenlijk ook een intermediair nodig die kennis wel heeft. En waar je dan op een gegeven moment zegt, nou, hier heb je een grote zak met geld. Als daar natuurlijk ook het risico niet te groot is. Hè, want we zijn er uiteindelijk voor die pensioen. Jan, ik zie jou knikken. En zie jij die mogelijkheid wel? Kleine en dat doen we dus ook al. Dat doen jullie ook al? Ja, met name. Er zijn intermediairs die dat doen. Er zijn intermediairs. Ja, de microfinanciering met een klimaatdoelstelling. Was dat ook wat jij toe wou voegen, Jan? Nou, een pensioenfonds is echt wel de meest gehoorde kreet van pensioenfondsen die ik al gehoord heb. Sorry, jouw vak, ik respecteer het erg. En ik hoop ooit de leeftijd te bereiken dat ik van jullie dienst kan gebruikmaken. Maar het meest gehoorde is vaak, het is te klein.
En dat is eigenlijk een beetje wat jij ook zegt. En dat bedoel je niet kwaad, want het is ook vaak te klein. Maar het is wel een hele tragische werkelijkheid. En is daar een oplossing voor die hele tragische werkelijkheid? Wat doen jullie bij de ABN? Nou, wij zijn geen pensioenfonds. Laten we dat eerst voorop stellen. Dus wij zetten echt met een hele andere werkelijkheid. Wij kijken naar onze klanten. Ik kan je vertellen, het is echt niet zo dat bij al onze klanten, er zitten hier een aantal van in de zaal, ook een paar collega's, ex-collega's. Het is niet omdat je voor een bank werkt of omdat je klant bent bij een bank, bij ABN AMRO, dat het geld van de muren klotst. Dus dat beeld zien wij echt wel anders. Dat is gewoon niet aanwezig. Dat is bij sommige klanten aanwezig, maar daar zit echt zo een verschil op onderling, dat je moet blijven kijken naar wat die klant wil. En om maar even te landen in het thema waarop we vandaag over zitten, is van, ja, kijk, die adaptatie, dat aanpassen, dat kost geld. Mm-hmm. Dat weten we. Of het klimaat of dat opwarmen, daar hoeven we niet over hebben. Dat hebben we allemaal aanvaard. Maar waar wij wel mee zitten als bank, is adaptatie is, misschien hebben jullie dat gemerkt, een beetje moedwillig verzwegen de laatste jaren, omdat het niet in de weg mocht staan van mitigatie. En mitigatie is dan het oplossen van je energievoorziening door bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen. Dan kan je ook je geld in steken. Ja, nou, dat geeft meer het voorkomen, hè? Het omkatten van de kolencentrale die hier nog steeds staat te roken in ons havengebied naar een eigen energievoorziening om je dak. Heel verstandig overigens, doe het allemaal. Maar adaptatie is dat je al leert omgaan en je mindset verandert en zegt van er komen dingen op ons af en daar moeten we rekening mee houden. Dat zit veel meer in de hoek van ik wil dat de waarde heel blijft van mijn pand waar ik woon, mijn huis. Dus dat die overstroming niet, nu hebben wij niet zo snel, ik weet niet eigenlijk, hebben we in Amsterdam dan als het overstroomt zout water in onze stenen? Zoals in Venetië, zout water in de stenen ondermijnt de constructieve kwaliteit van een huis. Ja. Maar dat is een heel ander spel dan zeggen van burger of klant, bereid u voor op mitigatie. Leg zonnepanelen op je dak. Maak het heel plat, hè. Mm-hmm. Zonnepanelen, investeren in een windmolen, warmte kun je uit de bodem halen. Heel veel oplossingen voor mitigatie. Maar die adaptatie, dat is best wel een verzwegen verhaal, omdat het, ja, je kan die euro maar één keer uitgeven. Ja. Dus je zit wel, als je ervan uitgaat dat voor veel van onze klanten het geld tegen de muur klotst, moet je er rekening mee houden dat dat de facto, die discussie, een maatschappelijk ding is. En daarom begrijp ik ook dat heel veel partijen, en ik ben blij dat zoveel mensen gekomen zijn, zich echt vanuit beleid daar zorgen over maken. Ja. En daar liggen ook kansen in, daar kom ik zo heel eventjes bij je op terug. Maar ik zou eerst nog even heel erg graag van jou willen horen, Johan. Herken je hierin, in die struggle met de grootte van het project, het wel hebben van geld, het niet kwijt kunnen? Ja, dat geldt ook voor Achmea. Dat is ook een groot bedrijf met 140 miljard geïnvesteerd. Dus dat is gewoon heel veel geld en dat kun je maar niet even van de ene op de andere dag anders inzetten. Ook al zijn die projecten er vaak niet. Maar wij zitten ook vooral te kijken naar de kleine dingen die je voor klanten wel kan doen. Dat is dan misschien niet beleggen, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen wel mogelijk. En dat zijn, even heel kort, de drie alternatieven of twee alternatieven? Groene daken zou bijvoorbeeld zijn. Je kan je isolatie van je huis verbeteren. Kan iedereen ook doen. Er is best veel te winnen. En daar kunnen we klanten ook bij helpen. Oké, nou wil ik nog heel eventjes naar jou, Romy. Dat had ik al. Ja, tuurlijk. Ik ben je niet vergeten. Want we horen nu, het is zo lastig, niet voor iedereen, maar onder andere voor een aantal sectoren lastig om een project te vinden waarin ik voldoende kan investeren. Ik kan mij voorstellen, dat is lastig hier in Nederland, maar nog moeilijker in andere delen van de wereld. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, absoluut. Ik wil het liefst even starten met een korte reactie op wat de eerdere sprekers ook zeiden. Een vrij bekende wetenschapper, geen klimaatwetenschapper, zei: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Dus ik denk ook binnen de financiële sector, tuurlijk moeten dingen echt wel gaan veranderen. En ik wil vooral kijken naar, Steve noemde de Nobelprijs voor de Economie 2018. Dit jaar is dat gewonnen door de randomista's. En wat mij daarin heel erg aansprak, is dat je niet zegt, ik heb het antwoord, maar ik ga samen zoeken naar oplossingen. En ik ga gewoon heel veel proberen. En dan op een bepaald moment heb ik het misschien wel gewoon goed te pakken. Dus ik denk dat dat ook is wat wij hier moeten durven te proberen. Als je kijkt naar ons werk als IUCN, Jacqueline verwees er ook al kort naar. Wij kijken altijd vanuit een landschap omhoog.
En een Oegandese kleine boer, die misschien een klein stukje land heeft en suikerriet verbouwt, heeft dezelfde wensen en dromen als wij hebben. Dus als je vanuit dat landschapsperspectief kijkt naar de wereld, dan kom je denk ik ook tot heel andere uitkomsten. En ik denk, wat wij als UCNNL in ieder geval tot nu toe hebben geprobeerd, is een manier te verzinnen waardoor dat gat tussen nou, dat 20, 50 miljoen, nou, dat gaan we echt nog nooit halen nu, en dus die kleine boer, die echt best wel zijn bomen wil laten staan als die daarvan de benefits ziet en die misschien ook wel een crop insurance wil en die misschien ook wel zijn geld wil wegzetten. En wat wij daar bijvoorbeeld voor doen is dat we een Green Finance Academy hebben ontwikkeld een aantal jaar geleden. De collega die dat ontwikkeld heeft zit of zat in de zaal daarachter samen met Nijenrode. En de WUR, we ontwikkelen Mobilizing More for Climate Challenges, waarbij we €25.000 weggeven, niet filantropisch, maar echt geld om een businessplan te ontwikkelen, om dus te alternatieven te creëren. En wat we zien is dat we in de 5 jaar dat we ons vorige programma hebben laten lopen, hebben we bijna 4 ton geïnvesteerd in dit soort experimenten. Nou, wat we daarvan zien is dat uiteindelijk 2 miljoen, publieke finance, 5 miljoen private finance, waarvan wel 4 vanuit 1 partij, hebben weten te mobiliseren. Dus het komt er denk ik wel langzaam, maar dan moeten we ze allemaal willen bewegen. Ik kreeg van een collega vandaag een gids toegestuurd met een vocabulaire voor NGO'ers die willen werken met de financiële sector. Maar ik denk dat we ook wel eens een gids mogen maken van... Andersom. Ja, heel mooi. Je hoort het, duurt nog eventjes, maar dan kunnen er ook grote bedragen geïnvesteerd gaan worden. Ik wil nog heel even op een positieve noot afsluiten. We zijn al een beetje die positieve kant opgegaan, want we zijn al een beetje aan het kijken naar goede alternatieven. Maar er zijn ook financieel gezien een hele hoop kansen. Het is een nieuwe markt en een nieuwe markt biedt kansen. Jan, jij hebt daar, of tenminste de ABN AMRO heeft daar een rapport over geschreven. Ja. Zou jij even, sorry dat ik het moet zeggen, want omwille van de tijd, even heel kort kunnen zeggen, die kansen, waar liggen die? Ja, het is dus over het thema, dames en heren, van klimaatadaptatie. Die markt eigenlijk is best onoverzichtelijk en het begint bij het feit dat die definitie niet eenvormig is. Maar er zijn een aantal fysieke gevaren die zich manifesteren waardoor de waarde van huizen of van infrastructuur kan dalen. Hey, dan noem ik er een paar: wateroverlast, overstromingsgevaar, watertekort, te veel hitte, te veel koude enzovoort. Dat zijn dingen die wij niet uitgevonden hebben als ABN AMRO. Dat is het Planbureau voor de Leefomgeving. Die hebben er 27 van die categorieën benoemd. Nou, die hebben wij gebruikt om te kijken, is er nou in Nederland, collega's van mij hebben dat gedaan, is er nou in Nederland een economie die zich ook richt op het oplossen van die problemen die die nieuwe uitdagingen met zich meebrengen? Die koude stress, die hittestress, die wateroverlast. Nou, die markt bestaat. En wat verkopen ze? Eigenlijk verkopen ze voornamelijk materiële oplossingen. Moet je denken aan groene daken. Er zit hier een uitvinder van de Plastic Road in de zaal. Die gaan we straks nog horen. Dat is een waterberging. Nou, dat zijn hele mooie oplossingen. Regenoplossingen zie je vaak. Maar ook adviesbureaus, Nederland Kennisland, hè, dus de adviesbureaus, die geven steeds vaker advies aan allerlei economische sectoren van hoe moet dat dan in een veranderende wereld, veranderend klimaat. En ook bouwbedrijven, want die willen contracten dat ze dijken kunnen verhogen. Maak het maar weer even lekker plat. Maar de kansen zijn wel ongelijk verdeeld, zagen we. Dus als je ziet van de kennisbedrijven zitten vaak in het begin van de cyclus, maar zetten relatief minder om dan de bouwbedrijven die meer aan het einde van de cyclus, die misschien ook meer complexe infrastructurele werken doen met meer risico. Dat moet je ook rekening mee houden. Maar die lijken wel economisch grotere bedragen om te gaan zetten op basis van deze trend. Dat is een beetje. Dus de kansen zijn er en er is die een hele markt. Die zijn er zeker. Maar dat is rapport wel ongelijkheid. Kan je vinden online. Er staat echt een hele indrukwekkende waslijst aan de projecten die er op dit moment lopen. Ik zie dat er nog even heel graag op ingehaakt wil worden. Ja, nog een mooi bruggetje. Ja? Heel veel klimaatadaptatie. Dat gebeurt eigenlijk in de publieke ruimte. Het zijn vaak civiel-technische werken. Ja. En daarvan, die zijn ongelooflijk belangrijk. Hè. Dat die klimaatverandering stopgezet wordt of beperkt wordt, daar zijn we het allemaal over eens. En de vraag is nou, hoe krijgen we dat voor elkaar? Voor die klimaatadaptatie, dan zou je eigenlijk toch aan de overheid moeten denken. Want
de baten daarvan, die vallen ook heel breed. Hè? Dus ja. Niet, het zijn alle bedrijven, alle mensen die er wonen, alle huizen die misschien dan niet onderstromen. Dus als er is zoiets als een groene obligatie, green bonds heet dat sexy. Ga ik je heel kort onderbreken, want daar gaan wij zo op terugkomen. Dus dat is heel goed dat je daarop komt. Maar daar gaan wij straks op terugkomen. Wij krijgen nu namelijk, en dan hoor ik heel graag jouw reactie daar ook op. Wij krijgen namelijk twee pitches van twee mooie initiatieven die overigens ook allebei in jouw rapport, of in het rapport van de ABN AMRO hebben gestaan. De allereerste zou ik even... Zij gaan het hebben over het project waarmee zij bezig zijn. En daarbij gaan ze duidelijk maken in 3 minuten wat zij daarvoor van de financiële sector nodig hebben. En dan vraag ik aan ons panel, kijk daarnaar en denk nou, wat heb ik dan weer nodig van jullie? Kan ik hier iets mee of zit ik nog met vervolgvragen? Ik wil heel graag de eerste pitch het podium geven. De bedenker van de Plastic Road, Anne Koudstaal. Goeiedag. In 2013 hadden wij een droom. En die droom was om infrastructuur te maken die echt iets kan doen aan de maatschappelijke problemen van vandaag. Dus waar hebben wij naar gekeken? Klimaatoverlast. De druk op de ondergrond. Onze ondergrond die zit gewoon veel te vol. We kunnen geen schop in de grond zetten. De druk op de doorstroming en de hinder in steden. We zien veel te hoge emissies. Een zakkende bodem in de helft van Nederland. Stijgende zeespiegel. En ook nog eens een mega groot afvalprobleem. Ja, we hebben gekeken van hoe kunnen we dat nou allemaal combineren in één product binnen de infrastructuur. Een holle, modulaire, circulaire weg gemaakt van gerecycled kunst. En dit is nu ook werkelijkheid. Dus de droom is iets verder dan we nu zijn. Een weg die ook een hemelwaterriool is, een infiltratievoorziening en een berging in één. 75% minder graafwerkzaamheden. Omdat het prefab en modulair is. 300 mm waterberging, dus bestand tegen extreme neerslag en schade. Bestand tegen droogte, omdat die volledig infiltrerend is. Het grondwater, of het water, het regenwater wat valt, komt ook echt in de grond waar het moet. En uiteindelijk 162 kilo gerecycled plastic per element. En de lichtste wegconstructie ter wereld. Dus in slappe bodem heeft dat heel veel voordelen. Even een filmpje, want... maakt dat iets tastbaarder. Gaan we nu echt kijken, dit is gewoon een mega groot probleem voor Nederland, voor eigenlijk alles, voor de hele wereld, wat heel veel geld gaat kosten. En dat geld, dat komt uiteindelijk bij de burger terecht, bij ons. Dus de vraag is, hoe kunnen we dat nou monetariseren? Hoe kunnen we nu een goed verdienmodel maken voor zo'n plastic road die allemaal problemen oplost? En hoe kunnen we al die potjes, dit is Nederland, bij elkaar vegen om zo'n toepassing ook echt werkelijk op waarde in te schatten. En daarvoor wil ik jullie uitdagen. Dankjewel Anne. Blijf vooral ook nog heel even op het podium staan. Ik ben heel erg benieuwd. Hebben jullie hier een reactie op? Hoe gaan we dit doen? Ja, ik vind hem natuurlijk een topper. Nou, bedankt. Ja, dan ben je. Maar wij zaten... vooraf alweer te brainstormen van ja, hoe kun je nog meer functies toevoegen aan jouw fantastische road? Bijvoorbeeld kun je hem ook als een plek waar
dieren doorgang kunnen vinden onder de weg, ontwikkelen, zodanig dat je ook dit als soort wildviaduct, noem het zomaar, kan inzetten. Want het overrijden van dieren is wel nog altijd de reden, hoorde ik overigens van Romy. Kan dat, Anne? Je hebt me dat ingefluisterd, maar het is echt wel een grote doodsoorzaak van heel veel dieren in Nederland en ook heel de gewilde dieren. Kan dat? Ja, bijvoorbeeld otters, die vinden we leuk en die willen we graag behouden en die worden wel platgereden inderdaad op wegen. Ja. Kunnen we de otters redden? Ja, dat is heel makkelijk, er zit gewoon een holle ruimte onder, dus je maakt een buisje aan de ene kant en aan de andere kant, dus kunnen er doorheen. Nou, zo makkelijk is het. Ja. Nee, dus dat kan heel goed, ja. Oké. Okay. Is er nog een... ja, Romy. Ja, Jan, allereerst dank. Of, dat wilde ik namelijk eerst ook zeggen. Maar mijn andere idee was... ik had het net over die Mobilizing More for Climate competitie die we organiseren. Die hebben we ook dit jaar gedaan in Tanzania. En daar hadden we, laat maar zeggen, de first runner-up, zoals Amerikanen dat altijd zeggen, was een bedrijf dat van plastic afval in Dar es Salaam bouwmateriaal creëerde. En ik zou het heel leuk vinden om hen met jou in contact te brengen, want volgens mij kunnen ze heel veel leren van Plastic Road. En de tweede reden waarom dat volgens mij heel belangrijk is, ik ben wel eens op reis en dan gaan we ook naar een van de landschappen, bijvoorbeeld Kilombero Landscape, de laatste 20 kilometer naar dat Ifakara, waar ons projectkantoor dan zit. Daar ben je gemiddeld 4 uur mee bezig, omdat die weg niet zo heel erg goed is. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n Plastic Road daar ook een enorme uitkomst kan bieden. Nou, zie jij hier potentie in? Nou, dat zou wel het doel zijn, om uiteindelijk ook echt wegen te maken, dat ook lokaal gemaakt kan worden. En lokaal mensen van A naar B kan brengen, zonder dat ze door een moezon geen weg meer hebben. Ja. Maar op dit moment zitten we nog even in Europa. En dat heeft er meer mee te maken dat financieel gezien moet je een probleem hebben voordat er uiteindelijk ook echt in geïnvesteerd wil worden. Dus, Maar ik hoor net, dat probleem, dat is er al, toch? Er kan al in geïnvesteerd worden. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Nou, ik weet niet een van de mannen daarin geïnteresseerd zou zijn om dat op te zetten in Tanzania. Nou, een van de mannen. Ik ben er klaar voor. Zijn jullie hierin geïnteresseerd? Nou, ik wil even een stapje terug naar Nederland. Want Tanzania wil ik hartstikke graag heen en een Plastic Road leggen. Maar ik denk inderdaad dat jij in de sweet spot zit van wat een probleem is in Nederland. Want dames en heren, weet je, 8% van de werelduitstoot komt van cement. Dus laten we niet vergeten, de manier waarop we wegen bouwen, die is in klimaattermen best wel achterhaald. Daar zullen heel veel bouwers zeggen van, ja, maar meneer Raas, weet je, dat beton doet het lang enzovoort. Dus dat is ook een beetje mijn vraag. Kan je concurreren tegen de claims die alternatieve wegen claimen? Namelijk dat ze waarschijnlijk in de tijd heel duurzaam zijn, maar misschien hebben ze wel een veel hogere footprint. Anne. Ik ga je vragen om heel even een klein beetje zo te gaan staan. Want de mensen die zitten helemaal naar je rug te kijken. Ja, dat is een stuk gezelliger. Oké. Nou ja, wat het eigenlijk is dat kunnen we. Zeker in de slappe bodemgebieden. Het probleem van beton en asfalt is dat het super zwaar is. Dus je moet je weg ook misschien wel 10 keer zo vaak vervangen. Exact. Het voordeel van Plastic Road is, dan kan je hem optillen. En je hebt gewoon weer een module. Dus je weg gaat niet verloren. En asfalt en beton moet je gaan frezen. Je moet je hemelmateriaal er weer uithalen. Je moet alles opnieuw aanleggen. Dus maatschappelijk gezien kost je dat veel meer geld. En veel meer overlast. Is dat een goed gemaakte claim? Goed genoeg? En CO2. Nou ja, ik maak hem maar even af. De bouw is heel conservatief. Wat is jouw... Ik vind het echt super knap dat hij er al ligt. Want dat kunnen weinig mensen zeggen met goede ideeën. Jij hebt het echt gedaan. Dat is op zich al best een stap. Ja. En nu nog wat langer dan wat je nu liggen hebt. Maar hoe conservatief is die sector waar jij wil mee werken? Namelijk die wegenbouwsector. Even terugkomend. Ik heb het natuurlijk met een heel groot team gedaan. Dus niet alleen ik. Maar het is een hele conservatieve sector. Er wordt heel snel teruggegrepen naar het oude. We hebben RW-bestekken. En daar zetten we al 100.000 jaar hetzelfde in. We kopiëren en plakken ongeveer. Maar toch zie je wel de beweging dat er steeds meer gekeken wordt. Hoe kunnen we het anders doen? Hoe kunnen we het innovatief doen? En wat ik voornamelijk denk, is dit soort toepassingen moet je niet direct in een project willen. Dat moet je apart, dat moet je er echt naast zetten. Dus je moet niet in één project opeens verwachten dat hier een aannemer met een Plastic Road gaat inschrijven. Dat zie ik niet gebeuren. Dus je moet echt kijken van hoe krijg je dit soort initiatieven nu ook naast de normale contracten geïmplementeerd.
Goed, dan ga ik eventjes snel naar de hulplijn, want ik zag de handen omhoog gaan. Ja, ik vind het een fantastisch project en ik vind ook de reactie geweldig. Maar ik vraag me nog af, want de financiële sector gaat natuurlijk niet de aanbesteding doen voor je wegen, voor je plastic road, dat zit bij anderen. Dus wat kan de financiële sector bijdragen om dit nog veel meer geïmplementeerd te krijgen? Niet alleen in jou als start-up, maar ook in, en dan vraag ik me echt af hoe jullie daarnaar kijken, van wat zouden jullie kunnen doen om ook de, nou, die sector die we net hoorden, die redelijk conservatief is, maar ook degene die deze aanbesteding gaan doen, de ontwikkelaars die dit meenemen, hoe zouden jullie daarmee kunnen, ja, wat kunnen jullie daarin doen om dat voor elkaar te krijgen? Johan, wat zouden jullie, om eventjes te switchen? Zouden jullie dit verzekeren, vroeg ik me af. Ja. Nou ja, kijk, verzekeraars kijken altijd achteruit naar wat er afgelopen 20 jaar gebeurd is. En toen hadden we nog geen 20, hadden we waarschijnlijk geen plastic wegen. Dus dat is een heel lastig risico om in te schatten. Zo makkelijk is dat dan ook wel weer. Dus ik zou veel meer naar jou willen kijken als een start-up. Van wat heb je nodig om te schalen? En ja, wij investeren ook in start-ups. Dat we je daarbij kunnen helpen. Want ik heb geen invloed op Volker, Westerstilwinnen, hoe ze ook allemaal mogen heten, hoe zij aanbesteden. Want die zitten met hun eigen winstmarges ernaar te kijken. En die kunnen ook niet een groot infrastructuurproject draaien met verlies, want dan zijn ze zelf failliet. Ik zie daar een hand in het publiek omhoog gaan. Ik ga heel eventjes naar achter lopen. Ja, wat mij eigenlijk verbaast dat het als helemaal nieuw wordt gezien. Want tussen Haarlem en Amsterdam, daar hebben we ook hartstikke lastige veengronden en daar hebben ze een fietspad al met lichtgewicht plastic uitgevoerd. Alleen het resultaat was niet echt dat je jovel is. Wat is nou het verschil tussen jullie plastic en het fietspad, het materiaal wat daarvoor gebruikt is? Anne, ben jij bekend met dit fietspad? Nee. Dat is een hele goeie. Nee, ik zou niet weten welke weg dat is. Tot nu toe. Ja. Ik was langs de N201 200 tussen Halfweg en Amsterdam-West. Nou, en dat is een. Die is gemaakt van gerecycled kunststof, modulaire elementen. Van recycling, maar wel, dat was licht materiaal, want ook daar was het veengronden en ook daar hadden ze problemen met verzakkende fietspaden. Oké, maar toch wel net ietsje anders. Ik ga maar er zeker in ieder geval interessant. Even diepen. Ja, absoluut. Misschien nog goed om te benoemen. Wat we wel hebben gekeken is van wat doet het nou? We hebben ook een berekening uitgevoerd. Ja, dus als we gewoon een gemiddelde straat pakken met de stresstest en we berekenen van nou, je hebt 60 mm bui wat valt. Wat doet het dan aan schade aan de omliggende woningen? Nou, dat hebben we berekend van wat nou als je een plastic road toepast en wat doe je in die normale straat zonder dat te doen. En dat zou 1,5 miljoen aan schade bij een enkele bui kunnen besparen. En dan ja, is de vraag, vind je dat waard als verzekeraar? Ja, ik denk dat dat een hele mooie laatste is om deze pitch mee af te sluiten. Anne, mag ik jou heel erg bedanken. Mogen we nog één keer een heel warm applaus? Dan gaan wij naar onze tweede en laatste pitch van de avond. Hij is de oprichter van Raingo. Mag ik een warm applaus voor Ivo Tanis? Dankjewel. Mede-oprichter overigens. Wat wij hebben ontwikkeld is het regenwaterplan. En dat is puur voor particulieren. Wat wij nou doen is, wij hebben het uitgangspunt. Hè? Je maakt een verlichtingsplan, je maakt een beplantingsplan. Ja, en waarom maken we nou geen regenwaterplan? Want we weten in sommige gebieden, als het heel hard gaat regenen, ontstaan er problemen. Nou, dat is ons uitgangspunt geweest om het regenwaterplan te ontwikkelen. Het regenwaterplan bestaat uit verschillende stappen. Nou, bij druppel 1 zie je eigenlijk, er is schade. Dan worden wij op een gegeven moment, en die mensen weten eigenlijk niet waar ze naartoe moeten. Ze melden het wel bij de verzekeraar, maar uiteindelijk willen ze toch dat het ook opgelost wordt. Wat wij dan doen is, wij gaan echt naar de locatie toe. Wij zeggen van, we willen kijken wat er gebeurd is, want elke situatie staat op zichzelf. Daarnaast doen we ook een grondboring, want naast dat we willen weten, wat voor grond hebben we het nou over? Dus heb je het over een zandgrond of heb je het over klei? Willen we ook weten, waar zit het grondwater? Dat heeft puur te maken met hoeveel water kan er nou infiltreren. Daarna gaan wij aan de slag met al onze gegevens en maken we een rapport op. Dat is het regenwaterplan. Met het regenwater in de plan in de hand gaan we eigenlijk weer terug naar die bewoner. Gaan we weer aan de eettafel zitten
en gaan we bespreken welke oplossingen er zijn. En wat we eigenlijk hebben gedaan is wat er in de markt speelt, of de problemen en de markt, dus de marktpartijen, die brengen we bij elkaar door middel van de oplossingen. Vorige week was de klimaatbeurs in Houten, daar zijn we ook geweest. En wat ontzettend goed was om te zien, en we hebben het uitgevraagd aan de leveranciers, zijn jullie ook bereid om voor de particulieren te leveren? Want bijvoorbeeld als je heel veel zand hebt of je levert stenen, dan is het niet per definitie zo dat het ook voor een particulier beschikbaar is. Nou, we hebben een rondvraag gedaan. Uiteindelijk van de ongeveer 60 die er op de stand stonden, waren 25 leveranciers in ieder geval bereid om met ons mee te gaan denken of dat eventueel geleverd kan worden. Buiten de leveranciers die al echt bezig zijn met het leveren van krattensystemen, hebben ook andere leveranciers een beetje proberen te triggeren. Nadat we het regenwaterplan hebben uitgelegd aan de klant, hopen we natuurlijk ook dat het uiteindelijk uitgevoerd wordt. Dus we leveren het zo op dat die uiteindelijk door iemand kan uitgevoerd worden. Die eigen hovenier of wie je ook wil inschakelen. Ik wil jullie even meenemen naar een project aan de Keizersgracht. En eigenlijk is het daar helemaal fout gegaan. En de vraag van de mensen die daar wonen aan de Keizersgracht, twee advocaten, die zeiden van, ja, luister jongens, bij ons is de boel nu ondergelopen, we wonen hier net 2 jaar, jullie hebben een zorgplicht, hoe zit dit nou in elkaar? Nou, er is eigenlijk, wat we weten, is dat we een ambitie hebben met elkaar. En dit is de ambitie die we eigenlijk willen. Dus 20 mm willen we ondergronds, dus via het regenwaterstelsel verwerken, en 40 tijdelijk op je eigen perceel. Maar ja, een ambitie is... Sorry? En ook, maar ja, dit is gewoon, dat is helemaal, dit komt dus ook, dit komt uit het rioleringsplan van de gemeente Amsterdam. Maar een ambitie is geen verplichting. Dit, nu gaan we even naar de klant van de Keizersgracht. In 1 uur viel 45 mm regenwater. Dat leverde dat het regenwater dus naar binnen kwam. Maar de linkerfoto zie je de huidige situatie, of dat was de eerste situatie. Daarna is een architect erin gegaan. Is heel veel geld ingepompt en dit was hoe het uiteindelijk is gekomen, maar wel vol met water. Nou, we hebben voor hen een oplossing gemaakt en we konden alleen maar op dat terrein het verwerken. Dus we hebben krattensystemen, hebben hun geadviseerd. Dat was eigenlijk een probleem, we hebben gekeken naar, dit was 45, waar we mee moesten gaan werken. Maar als je dus naar die tabel kijkt, zie je dat eigenlijk bij een bui van 60 zouden ze 2100 liter nodig hebben. En toch was bij 45 was het al fout gegaan. Zo zijn we gaan kijken wat er aan de hand was. Nou ja, je hebt ook gevelslag, dus dat is een extra oppervlakte wat er dan weer bij komt. Dus we hebben ook de dimensionering moeten vergroten. Nou, hier zie je het krattensysteem. En daarboven weer teruggebracht in de huidige situatie, want dat wilde die klant heel graag. Waar hebben we het nou over voor die regenwaterplannen? Samen met ABN AMRO en RTLZ hebben zij op een gegeven moment ook een onderzoek gedaan. En dan zie je dat dit de situatie is. En dan heb je het alleen nog maar over regenwater. En je hebt het niet over droogte. Want als je het in 2008 kregen we ook belletjes en dan had je verzakkingen. Dus het is echt een heel groot bedrag. En eigenlijk, hoe ziet die zorgplicht eruit? Dus we dan met elkaar over een ambitie hebben. En uiteindelijk stroomt het regenwater bij iemand binnen, is een souterrain. Ja, hoe gaan we dat nou doen? Dat is eigenlijk mijn grote vraag aan de tafel. Was dit de pitch? Dit was mijn pitch. Dit was de pitch. Een applaus alstublieft. Ik zie hier staan, dit betekent niet een premie verhogen, maar investeren in oplossingen, zodat de schade minder wordt. Ja. Niet de premie verhogen. Nee, ik wil hem graag uitnodigen. Ja? Ja, met alle plezier, want dat is precies wat wij doen. Ja. Nou, dat is heel kort gezegd en klaar gedaan dan. Nee, maar wij spraken elkaar natuurlijk ook al. En ik vind het ook ontzettend goed dat mensen worden gestimuleerd om hun dak te vergroenen. En dat ze dat samen kunnen doen met hun verzekeraar. Maar niet dat alleen het over het vergroenen, maar ook reminders van maak je grote schoon. Dat soort praktische elementen. Want uiteindelijk als het fout gaat en als wij gevraagd worden, en in Amsterdam komt best wel veel voor dat er dan wordt gezegd, ga lekker in je souterrain woning een extra laag aanbrengen, zet daar je keuken in en je oude kast van je oma die je hebt georven.
Ja, wat er gebeurt is, als het fout gaat, die oude kas krijg je nooit meer terug. En als je in panden bent geweest waar waterschade eenmaal binnen is geweest, dan staat het dus tot hier zwart aan in de muur. Dus ja. Ja, en dan zijn er ook foto's, lijstjes, herinneringen. Het klinkt een beetje als een win-win situatie voor de verzekering in ieder geval. Kan ik dat zo zeggen? Laten we vergeten dat het niet het probleem van de verzekeraar is. Want de private ruimte moet ook worden meegenomen. En die klant die is er uiteindelijk de dupe van. Want je kan beter echt brand hebben dan water in je woning. Ja. Want dat is een enorm gedoe om dat allemaal weer goed te krijgen. Je zit maanden met de sores om dat allemaal weer droog te krijgen. Dus je kan het beter proberen te voorkomen met z'n allen dus. En wij willen je graag een platform bieden om daar iets mee te gaan doen. Ja. Nou, dat is heel mooi. Dan gaan we even kijken naar de andere twee potenties. Willen jullie hem ook een platform bieden, Sietse? Ik vrees dat het pensioenfonds hier niet veel, moet ik eerlijker zijn, niet zoveel te bieden hebben. We zijn een belegger met een hele kleine organisatie met een hele lage kosten. En we zitten niet in venture capital, we zitten niet in start-ups. Het vorige onderwerp, we zouden dolgraag instappen als het schaal heeft dat een groot bedrijf die wegenelementen produceert. Maar daar zijn we niet op. We zijn daar niet voor op aarde en we zijn niet op toegericht. Dus sorry. Met geweldige complimenten voor het initiatief. Ja, want op die schaal wil ik nog even inhaken. Overigens, geweldig compliment voor het initiatief. Applaus, ja. Ivo. Ja. je had het net over, er zit misschien wel potentie in het aanpassen van een hypotheek of het voordeliger maken van. Je begon ergens over en toen onderbrak ik je. Ik denk dat ik degene ben die over de hypotheek gesproken heb, want dat leveren banken en pensioenfondsen bij mij weten. Leveren jullie? Niet direct. Daar leveren zit niet zelf. Een link tussen. Maar ja, ligt toe. Veel van de, ook zeg maar, in wat grotere schaal, als je aanpast aan mogelijke overstroming of andere klimaataanpassingen om vastgoed en mensen en landbouw en wat al niet te beschermen. Dat is natuurlijk hartstikke goed en belangrijk dat het gebeurt. Maar dat de baten ervan, die vallen bij heel veel verschillende partijen. Dus niet dat je kunt zeggen, nou, we leggen daar een dijk neer en dan willen we zoveel van Albert Heijn en zoveel van meneer Jansen. Het ligt veel meer op de weg van de overheid om dat soort investeringen te doen. Civiele werken. En voor de financiering daarvan zijn pensioenfondsen uitermate geschikt. Er is er van tegen zeer schappelijke, om niet te zeggen, heel lage rentes, green bonds, obligaties. De overheid is altijd goed voor zijn geld, dus hoeft er een pensioenfonds er ook weinig aan te verdienen. Dus daar ligt wel potentie. Daar ligt absoluut potentie en daar zijn wij ook echt naar op zoek. Dan ga ik eens even kijken. Ik weet niet of de kans groot is, maar ik kan dat proberen. Zit er iemand hier in het publiek die bij de overheid in die sector zit? Nou ja, nee. Toch wel. Kijk. Mijn naam is Jurgen van der Heijden. We hebben de afgelopen jaren voor het Delta-programma ruimtelijke adaptatie onderzoek gedaan naar investeringen in klimaatadaptatie. Plastic Growth kan ik even als een heel mooi voorbeeld gebruiken. Want wat je jouw dia's ook heel mooi liet zien, is dat die geldstromen moeten uit heel veel verschillende gemeentelijke potjes komen. En daar ligt denk ik de grootste oplossing die jullie kunnen bieden. Want stel dat de afdeling wegen zegt, ja, ik wil wel, maar ik wil niet ook betalen voor het stukje groen of voor het stukje natuur. En de afdeling natuur heeft net even niet het geld. En als je dan inderdaad een green bond verkoopt aan de afdeling natuur, zodat je genoeg geld bij elkaar krijgt voor een plastic road of voor een wateropvanggebied wat een hele hoop functies heeft, voor een groen dak dat een hele hoop functies heeft. Dus het grote probleem wat wij hebben waargenomen is eigenlijk geen enkele investering in klimaatadaptatie bestaat maar uit één ding. Dus het zijn vaak 2, 3, 4, 5, 6 investeringen tegelijk. En dat overbruggen, dat al die potjes die net even niet kunnen meedoen, door jullie wel mee kunnen doen, dat is volgens mij een ongelooflijk belangrijke sleutel tot investeren in klimaatadaptatie. Ja. Wil je daar nog even kort op reageren? Dat verdient wel een applaus, zeker. En dan blijven we dus wel met het schaalprobleem zitten. Want dit klinkt, sorry dat ik zeg, maar het klinkt toch weer van een schaal waar wij niet op toegericht zijn. Als wij zeggen van over dijkverhoging of terpen, waar het echt om grote investeringen gaat, waar dan vaak een grote
overheid, een provincie of een hele grote stad of een rijksoverheid voor instapt, dan wordt het de schaal waarin wij er iets mee kunnen. Okay. Dus we hebben het over dit soort schalen. Ja, zeker. Dus het is wel degelijk een schaal waar jullie iets mee kunnen. Ik zag hierachter ook een hand omhoog gaan. Ik heb wel stiekem een snoepje in mijn mond. Dus als ik wat onduidelijk praat. Mijn naam is Tamara van Dijk van het Groene Loket. Wat ik me afvraag, en ik heb het antwoord zelf zeker niet, is het niet, als we het andersom bekijken, er een voordeel te behalen voor pensioenfondsen, hypotheken, noem het op, verzekeraars, om juist door dit soort investeringen te doen, daar een belastingvoordeel uit te halen of op een andere manier dat ten gunste van een pensioenfonds te laten zijn. Dus niet per se de investering, maar wat het als voordeel aan de achterkant kan brengen. Zijn daar geen constructies of dingen die we misschien moeten gaan fixen met z'n allen? Een voordeel aan de achterkant. Ik ga even terug naar ons panel. Heeft iemand hier een antwoord op? Je kan het misschien in vergelijking trekken met het fietsenplan. Hè. We willen heel graag dat we allemaal op het fietsnetwerk. Nou, we willen ook heel graag dat we klimaatadaptatie doen. Dus waarom zou je via je werkgever nou niet mensen kunnen belonen, via de verloning dus, dat ze klimaatadaptatiemaatregelen nemen? Dat zou kunnen. Als we dat willen met z'n allen, dan moeten we op een bepaalde manier gaan stemmen, weer als we mogen stemmen. Volgens mij is dat iets wat we naar de koffieautomaatgesprekken morgen mee moeten nemen. Ik zag hier nog even snel een vraag van Anne. Dat was inderdaad wat ik wou in ieder geval even wou toelichten, sorry. Is van, wij hebben wel Total Waaf in een KWS achter ons. Dus zijn wel drie partijen. Dus we zijn geen start-up. Ik zit voornamelijk van, wat doen we nu om de premie te verlagen? Durven we als verzekeraar of pensioenfonds ook daarin te investeren? Want als je heel Amsterdam gewoon als één project zou zien om klimaatadaptief te maken, kan je makkelijk 50 miljoen kwijt. Even weer een vraag terug in de tijd, maar ik ga even terug naar het panel. Zeg het maar, wie heeft hier een antwoord op? Ja, ik heb, weet niet of ik zozeer een antwoord heb, maar ik merk wel dat ik een beetje moeite heb met het kabbelende en de tamme reacties die hier. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, 1953 is een deel van ons land overstroomd. Toen hebben we ons tot 2010 ingezet om de deltawerken af te maken. 40 centimeter zeestijging beschermt dat ons tegen. Nou, nu hebben we waarschijnlijk tot het einde van de eeuw in ieder geval 86 centimeter, misschien wel 2 meter stijging van het water. Dus die plaatjes die we van Ivo zagen, nou, zo gaan we heel vaak door ons mooie land banjeren. Dus dan moeten we denk ik ook wel iets de ambities hoger maken. Dus dan moeten we ook, de overheid moet andere dingen anders gaan doen. Wij als NGO's moeten dingen anders doen. Misschien minder discussies onderling hebben, maar meer met anderen. Financiële sector moet andere dingen doen. En ik denk dat we niet twee Annes en Ivo's nodig hebben, maar misschien wel 200 of 2000. En dat die ambitie gewoon wat hoger mag. Dat is denk ik waar ik over na zat te denken. De ambitie mag hoger. Wake up, is eigenlijk wat je wil schreeuwen. Ja. Ik zie hier nog een aantal handen uit het publiek. Ik wilde wat vragen over die transparantie. Want en dan eigenlijk een beetje op het hypotheekgerichte, omdat daar 800.000 hypotheken zijn. Ik zie nu in de Randstad in elk geval, zie ik heel veel mensen over elkaar heen vallen. Het gaat allemaal per vierkante meter prijs. Er wordt niet gekeken. Kan het klimaat adaptief gemaakt worden? Zit er een houten vloer in? Is überhaupt de tuin verhard? Ook niet de isolatiewaarde of wat dan ook. Dus ik zie mensen over woningen vallen. Sommige zijn kansrijk om wel aan te pakken op deze vlakken en andere zijn absoluut niet kansrijk. Ik vind een keurmerk als een energielabel G, vind ik eigenlijk niet zo heel veel zeggen, want sommige woningen hebben een label G en zijn heel lastig aan te pakken en andere hebben de label G en dan kan het heel goed. Ja. En hier zie ik de financiële sector nog zo weinig in doen. Ja. En dan denk ik, maak dat transparanter. Want mensen hebben ook zo weinig kennis ervan dat ze eigenlijk helemaal niet doorhebben wat ze kopen. Woningcorporaties krijgen wel de eis om hun woningen dan vanuit de mitigatie, om ze naar een bepaald level te krijgen. Dus wat doen ze? Alles wat ze een beetje lastig vinden, stoten ze af. Ja. Dus het probleem verplaatsen ze in één keer naar de particulieren. En die weten helemaal niet wat ze kopen. Die denken, yes, ik heb een leuk huis te pakken voor 3 ton. Maar het is een label G. Ja. Ja. Dus kan de financiële sector hier iets aan doen, Jan? Tuurlijk. En het is ook exact wat ik zei. Dus de mitigatietoon heeft de boventoon gevoerd.
En daar zit nu adaptatie echt wel als een soort opvolger bij. Maakt het niet makkelijker. Je kan 1 euro maar 1 keer uitgeven. Dus die keuze is wel des duivels, zou je kunnen zeggen. Zonnepanelen op je dak of zorgen dat je woning beter aangepast is aan opwarming. Maar ik heb het gevoel dat jij geeft eigenlijk geen vraag, want jij had een antwoord. En volgens mij ben jij een specialist. Dus ik zou even willen weten, wat weet jij hierover? Want volgens mij kan jij als vierde panellid even wat meedoen. Wat is jouw achtergrond? Dat... En dan kun jij ons vertellen hoe jij klimaatadaptatie voor consumenten ziet. Ik heb net mijn huis aan het verbouwen en ik heb geen houten vloer. Ik heb geen verharding in mijn tuin gelegd en al dat soort dingen over nagedacht. Maar ben ik specialist? Ervaringsexpert misschien? Ik werk voor de gemeente Haarlem en water daar dan in mijn beleidsveld. Maar ik vind het, en ik ben bouwkundig geïnteresseerd, en ik vind het heel moeilijk om te zien hoe zo'n overspannen markt dus beslissingen aan het maken is zonder alle achterliggende gevolgen in beeld te hebben. En er zijn nog zo weinig financiële instellingen die daar een prikkel geven. Ik zelf bankier dan bij de Triodos met mijn hypotheek, omdat daar wel wat van die prikkel in zat. Maar dat mis ik heel erg, want mensen weten echt niet... Ja. Ik zou daar ook zelf even op in willen haken. Wat mij ook heel erg opvalt op het moment dat wij bij klanten komen die problemen hebben, dan zie je dat, en ze hebben net het huis gekocht bijvoorbeeld, dan vraag ik me af, waar is dan de rol van de makelaar? Die zegt van joh, makkelijk extra vierkante meters. Waar is de rol van de architect die eigenlijk een onmogelijk ontwerp neerlegt? Ik denk dat dat ook... En deze mensen kunnen daarna allemaal van het schaakbord weer af. Niet zo negatief over architecten graag. Heel veel vrienden van mij architecten. Het is best een nobele beroepsgroep. Ik wil een lans voor de architect breken bij deze. Maar wat bedoel jij hier, Ivo, precies mee? De concrete vraag, kan... De architect die een onmogelijk ontwerp neerlegt, die is snel out of business. Maar ik zie wel iets anders. Misschien bedoel je dat. En misschien bedoel jij dat ook. Ik hoop het, want het is een beetje zoeken naar jullie vraag. Maar ik zie hem wel. Er is heel veel druk op gewilde gebieden. En Haarlem, waar jij een baan hebt en werkt en waarschijnlijk ook woont, daar zit ook druk op die markt. Dat is gewoon een soort overhevelingseffect van de overspannen markt in Amsterdam. En ik denk dat heel veel focus zit op economische waarden die niet zo solide zijn als ze lijken. Locatie, locatie, locatie. Je koopt een huis binnen de ring in Amsterdam, nou dan zit het wel snor. En dan wordt er al heel weinig kritisch gekeken naar hoe zitten al die dingen in elkaar. Jij als specialist, al met je adviezen, jij kijkt natuurlijk heel anders. Ja, maar wat ik wel zie... Je kijkt naar de buren, dat is denk ik wat nu veelal niet gebeurt... is dat er gekeken wordt naar het ene perceel. Ja. Terwijl je hebt toch echt contact met je buren. Op het moment dat jij gaat ophogen, dan kun je overlast veroorzaken bij je buren of andersom. Dus het is een integraal vraagstuk wat je moet oplossen. En dan kom ik toch even terug op die architect. Af en toe krijgen wij wel eens een plan voor ons, of van een ontwerper, wat ik zelf ook ben, een plan voor ons. En dan vraag ik uiteindelijk, ja, maar heb je nu ook gekeken naar de andere percelen? Want hoeveel regenwater... met elkaar moeten jullie dan gaan verwerken? En dan is het antwoord nee, we hebben alleen maar naar dat perceel gekeken. Nou ja, ik vind ook dat dus, mijn statement ook is, dat je als adviseur zijnde dan ook echt het eerlijke verhaal moet vertellen en al die elementen meenemen. Ja, en dat zou misschien ook wel iets kunnen zijn voor gebiedsontwikkelaren. Als je ons wat breder wilt trekken. Over die 70% waar je mee begon, hè? Ja. Private ruimte. Maar bij nieuwbouw zou dat kunnen. Ja. Wat ik me afvroeg is, ik zag even op jouw website, ik heb natuurlijk even zitten spieken wat jij levert als dienst. En ik zag daar zijn prijsje staan van €250 voor zo'n advies. En dat is een heel concrete vraag. Maar is dat ook haalbaar? Want het lijkt me ook wel, als jij het proces beschrijft wat je uitvoert, heel variabel, want de situatie is natuurlijk altijd anders. Dus ik vroeg me af, dat staat ergens, maar is dat een beetje wat het kost om dit uit te voeren met eer en geweten? Ja, nou, het is naar eer en geweten. Het is ook een terechte vraag, want waar wij zelf ook aan die knoppen nog aan het draaien zijn. Je hebt het over de particuliere markt, dus je probeert de mensen te overtuigen. En aan de andere kant hebben wij het aantal uren erin zitten. Wat je uiteindelijk gaat doen is je systeem verslimmen.
waardoor je sneller de antwoorden paraat hebt. Ja. Maar op dit moment zijn de kosten te hoog. Maar we hebben ook echt wel uitgeprobeerd en het is ook een soort van psychische drempel voor mensen. Die 2,75, tussen de 2,75 en 300 merken we dat de klant echt er nog wel wil voor betalen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook mensen die al een waterschade hebben gehad. En die voor hen is het van ja, alsjeblieft kom. Hey Jan, en wat ik me dan nog even afvraag. Hè? Zouden jullie hier, want ik voelde dat ook een beetje in jouw vraag, met hypotheken misschien iets mee kunnen doen. Hij was heel concreet. Nou, dan gaan we hem gewoon nog een keer. Kan je alsjeblieft een hypotheek maken waar eigenlijk meetbaar in wordt dat je benefit hebt als je dus een huis koopt waar die wel die mogelijken heeft? Of begrijp wat je bedoelt? Ik begrijp je helemaal. Kan je dat? Ik zat er ook aan te denken. Dat was eigenlijk de vervolgvraag die ik ook had voor hem. Denk ik twee antwoorden tegelijk. Ik zat ook op die lijn. Ik wil je ook uitnodigen om dat even te bekijken. Want wij geven al via de bank energieadviezen. Dat zei jij ook. Hè? Dus jij bent aangetrokken tot een hypotheek die al een energieadvies bevat. Nou, die hebben wij ook in het schap, zou je kunnen zeggen. Die kun je kopen. Maar dat zit ook gekoppeld aan de werkelijkheid dat er een energielabel bestaat. Waar jij ook weer iets zei van, nou ja, geloof maar, dat G-label is niet altijd hetzelfde. Het kan moeilijker zijn in sommige situaties om het naar A of naar B te brengen dan andere. Dus er zit ook een onvergelijkbaarheid. Maar ik vroeg me af, en oprecht, ik weet het niet, het zou helpen voor een bank, want ik stel even de vraag terug. Kun je dan dit aan iets ophangen wat voor, laten we maar beginnen bij Amsterdam, voor Amsterdam erkend is? Dat je zegt van, dit is vergelijkbaar, waar je die vergelijking tussen die buren of tussen die wijken gaat doen. Iets wat erkend wordt door een grotere groep dan alleen maar specialisten. Een waterlabel. Ja, nou, en STOA heeft ook een label gemaakt. Dus ja, ik denk dat je hem daaraan kan staven. En wat wij zelf doen voor het regenwater. Wat is STOA? Sorry, dat is misschien heel dom, maar ik weet het echt niet. Ik ken STOA, maar niet die STOA. Oké, goed. Zo. Dat zijn alle waterschappen en drinkwaterbedrijven. Ik hoop dat ik iemand anders een dienst gedaan heb ook, maar ik wist het oprecht niet. Dus dat is absoluut mogelijk om het op die manier te doen. En wij sluiten ons aan. Hè, wij hanteren de ambitie van Amsterdam. Dus dat is die 60 per uur. En binnen die marge werken wij. Ja, ja. Geeft dat antwoord op je vraag? Ja, ik denk het wel. Want die ambitie, zeg jij, die neem jij gewoon heel letterlijk. Jij zegt nu heel fijntjes, een ambitie is geen plicht. Dat vond ik heel scherp in jouw presentatie. Maar je neemt hem gewoon wel zo aan. Daar baseer jij jouw dienst op. Ja, omdat we geconfronteerd worden met de extreme. En we willen dat mensen er uiteindelijk ook echt iets aan hebben. Dus soms krijgen we van klanten te horen, je hebt overgedimensioneerd. Dus te grote oplossing met buffersystemen. En dan leggen we het uit waar dat dan vandaan komt. Goed. Omwille de tijd ga ik nog eventjes naar het publiek, want we hebben een heleboel vragen. Schrik niet, ik ga er nog twee doen. Heb jij nou een hele dringende vraag? Daar ben ik even heel benieuwd naar. En heb je zoiets van, als ik deze vraag niet kan beantwoorden, dan vond ik deze avond helemaal niks. Dan wil ik nu je hand omhoog zien en dan niet allemaal omhoog gaan. Oké, nou dan ga ik er twee uitkiezen en onze expert nog even aan het woord laten, want die heeft natuurlijk voorrang. En dan gaan we daarna afronden, maar daarna lopen ze hier natuurlijk nog wel heel even soort van ergens. Kaap ze snel en stel nog je vraag. Dan ga ik eerst eventjes naar de hulplijn. Nou, het valt me heel erg op dat vandaag eigenlijk een paar dingen niet benoemd worden of weinig over gesproken wordt. En het kan natuurlijk zijn dat het kwam door die eerste introductie in dat we bezig zijn binnen de eigen sector. Maar wat ik ook net naar jouw verhaal, ik ben heel erg gefascineerd dat niemand het heeft over de risico's voor eigen investeringen in een gebied wat gewoon gigantisch risico loopt. Dus dan gaat het niet over pensioenfondsen die in dijken gaan investeren. Het gaat gewoon over de investeringen die je nu doet in vastgoed en andere ontwikkelingen in gebieden die risico lopen. Dus daar vind ik, valt me op dat er niet over gesproken wordt. En het andere wat me heel erg opvalt, en dat is wel iets wat steeds een beetje eromheen gaat, dat is dat over dat kleinschalige, grootschalige, kunnen we potjes bij elkaar krijgen. Ja, voor de publieke kant kan dat. Dat heeft Jurjen heel erg mooi laten zien ook inderdaad.
Maar die private kant, en zeker die kant waar mensen zitten die niet in hypotheken zitten, maar op een andere, nou ja, op de sociale woningbouw zitten en echt geen lasten hebben, die hebben ook, daar moeten ook maatregelen genomen worden. En zijn er niet nu financiële middelen of methodes te vinden dat je ook die kleinere investeringen die je moet doen in de stad, op juist die kwetsbare groepen en op die kwetsbare plekken, iets kan bedenken dat het ook via de gedaan kan worden? Even een korte reactie van jou, Sietse. Ja, ik wou op de eerste vraag antwoorden. De tweede heb ik volgens mij al geantwoord. We hebben een heel uitgebreid systeem voor klimaatrisicoanalyse, zowel voor fysieke risico's als voor transitierisico's voor onze investeringen. Maar vandaag was het meer, gaat het over mitigatie en adaptatie hebben. Dus dat is inderdaad onderbelicht geweest. Maar dat hebben we wel voor elkaar. De andere zijn we nog erg aan het zoeken. Oké, dan ga ik nog even snel naar twee vragen uit het publiek. Wie is er dichtbij? Ja. Dankjewel. Ik had nog even terug in het begin hadden we toch een heel serieus verhaal in het Engels. Ik vind het verhaal verder nu nog heel erg micro gaan. Terwijl dat macro-effect, ik hoor Jan zeggen geld stuurt geld. Dan denk ik, hey. En ik hoor nog heel veel conservatieve aannames in die economische modellen. Het kabbelt voort, het gaat voort. Terwijl we dat disruptieve dat we zien, dat klimaatverandering in zich draagt, gaat volgens mij een ontzettende impact hebben op waar we onze investeringen hebben gedaan, hoeveel ze waard zijn. En op het moment dat het kapitaal gaat bewegen, in beweging komt, dat zeg je zelf, geld stuurt geld, dan kunnen er effecten ontstaan die we nog helemaal niet in de vingers hebben. En dat mis ik in die financiële verhalen. Hoe staan jullie daar als pensioensector in met heel veel geïnvesteerd vermogen? Wanneer gaat dat in beweging komen? En hoe gaat de bank dat faciliteren? Uit hart gegrepen, ik denk dat die modellen daar helemaal niet voor geschikt voor zijn. En als ze zeggen, we moeten nog 10 jaar op studeren, zeggen we, nou, prettige wedstrijd, het duurt te lang. Dus je moet je analyses doen en gewoon kijken van waar je investeert, waar zitten ze, in welke sector zitten ze, waar zijn ze gesitueerd, hoe is daar klimaatadaptatie. Je moet gewoon je analyses doen en het gaat gewoon, gebruik je gezonde verstand en acteer daarnaar. En zeker voor een lange termijn beleggen. Ik hoop dat dit het een beetje beantwoordt. Zo niet, kaap hem nog even na afloop. Ik ga nog één vraag uit het publiek. Ja. Ja, Mahatma Gering van gemeente Harderwijk. Ik zit ook in klimaatadaptatiehoek en water. 10 jaar werkzaam bij de gemeente, bij de overheid. Een omgeving waar ik nog steeds aan moet wennen, hoe de logica daar werkt, eerlijk gezegd. Dank voor de bekentenis. Ja. Want waar ik tegenaan loop, dat is het gewoon simpele woord voor die modellen. In de praktijk zie je dat het kortzichtige analyses zijn van mensen die geld investeren en zeggen, nou, als ik het niet binnen 5 jaar terugverdien, dan doe ik het niet. Dus ik heb heel vaak discussies met architecten, met makelaars, met ontwikkelaars, met aannemers, met bouwers, met Jan en Alleman. Prachtige ideeën die prijzen winnen, Reenwinner, Plastic Straat. Maar we krijgen ze niet in de markt weggezet, omdat eigenlijk de koudwatervrees is heel groot. En wat ik eigenlijk van de mensen die hier zitten, die achter miljoenen, misschien wel miljarden aan geldstromen zitten, wil vragen is, hoe kijken jullie aan tegen de rol van de overheid? Moeten wij gaan dwingen? Moeten wij echt, net als vroeger, weer normpjes op gaan leggen voordat die markt in beweging komt? Of zijn jullie in staat om die verdienmodellen te beïnvloeden, zoals nu gedacht wordt door heel veel marktpartijen, omdat je weet dat in 2050 Nederland 70 miljard schade loopt. Ja. Wie heeft daar een antwoord op van het panel? Jan? Nou, ik denk, jij vraagt aan de private sector of de overheid iets moet doen. Dat is best wel de wereld op zijn kop. En het antwoord is? Het antwoord is ja. En daar kunnen we het bij houden. Maar ik kan het ook uitleggen waarom het antwoord ja is. Al deze zaken waar we over spreken en waar vaker in de zwijger over gesproken wordt, hebben te maken met marktfalen. Ik denk dat Steve Keen's verhaal ook heel erg, nu iets minder, want dit was echt een kritiek op een collega wetenschapper die een Nobelprijs heeft gewonnen. Daar bindt hij graag de strijd mee aan, dat heeft hij vandaag gedaan. Maar ik denk in andere toespraken dat hij ook wel aantoont dat die economie helemaal niet
genoeg weerstand biedt en die theorie niet geschikt is om marktfalen uit te sluiten. The tragedy of the commons. Wat we hier in het panel ook al vaak gehoord hebben. Wat voor Romy speelt, natuur is van ons allemaal, maar wie wil ervoor betalen? Sterker nog, als de wolf terugkomt, dan zijn er al mensen die hun geweren klaarleggen. Hetzelfde wat jij zei, hè? Dus de dijken verhogen, dat is van ons allemaal. Dus het is toch een civiel-technisch verhaal. Maar wat de overheid als unieke kwaliteit heeft, is dat ondanks het feit dat wij in liberale economieën werken en wonen en leven, is dat die overheid echt ijzersterk is in het sturen van de markt. Dus mijn antwoord is ja en ook nog een laaiend ja en een overtuigd ja. En het is geen terugkeer naar iets waar we allemaal niet gediend van zijn, een soort volledig gestuurde economie door de overheid, maar het is wel echt een oproep van ja, hier zullen jullie op dit marktfalen zullen jullie moeten gaan sturen. En begin er in jouw gemeente mee, zou ik zeggen. Het antwoord is ja. Dat lijkt mij een heel mooi pleidooi. Ik verdien zeker een applaus. Ik wil ook heel graag nog even een applaus hebben voor Ivo. Goed, we zijn aan het einde van de avond gekomen. Ik zou nog even heel kort naar Lot willen gaan. Morgen gaan wij allemaal weer naar werk. En dan is het natuurlijk hartstikke goed om dit gesprek voor te zetten. Spread the word. Wat zijn nou twee dingen uit deze avond waarvan jij zegt dat moeten mensen meenemen en daar moeten ze het morgen nog eens een keer over hebben? De financiële sector. Nou, de mensen die daarin zitten zou ik toch echt willen dat die gaan hebben ook over hoe je die kleinschalige investeringen kan doen in de bestaande stad. En vooral voor dus niet de mensen met de hypotheken. Want dat is al een andere groep. Dat zouden die meenemen. Zelf, want het is natuurlijk nooit zo leuk om te zeggen wat de ander mee gaat nemen. En zeggen, de ander moet dit doen. Zelf zitten we dus natuurlijk ook te kijken van ja, de vraag die hier een paar keer gaat van wie neemt welke rol en van wie is welke verantwoordelijkheid. En dat hoor je op veel verschillende plekken gaat, is die discussie gaande. Van moet het de Nederlandse Bank zijn als toezichthouder? Moet het de financiële sector zelf zijn? Moet het de ministerie zijn? Moet het de kleine overheid? En ik denk dat hier nog weer duidelijker werd dat daar echt gewoon langzaam wat stappen ingenomen moeten worden. Want dat er anders bepaalde financieringen een kant op kan gaan die misschien ook voor de overheid niet helemaal gewenst is. Oké, dat lijkt mij een hele mooie en duidelijke afsluiter. Ik wil mijn panel even heel erg bedanken. Een groot applaus. En natuurlijk de andere sprekers die wij vanavond allemaal hier voor ons hebben gehad. En die ons hebben geïnformeerd met allemaal interessante details. Ik wil jullie nog even kort attenderen op de PS You Like. Kom je nou vaker naar Pakhuisavonden en denk je, yes, dit is super gaaf. Het is gratis, maar ik wil het toch supporten. Dan kan dat via het filmpje wat je net hebt gezien. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aandacht. En ook voor jullie vragen en meningen en ideeën. En ik hoop dat jullie nog een keertje te mogen zien bij een nieuwe editie van Normaal Amsterdams Klimaat. Mocht je nou denken, deze avond was superleuk, een ander onderwerp lijkt mij ook heel interessant. Kijk dan vooral even naar de Pakhuisagenda. Dat was het voor vanavond. Een hele fijne avond en tot ziens.